Oh, nee. Dames en heren, hoe is het? We zijn live. Is dit live? Welkom allemaal bij een nieuwe podcast, een nieuwe video. Met vandaag in de studio Frazi en Lobo. Skiddy bam bam. Gekke effect. Gekke sound effects, hè? Leuk. Ja, ja, ja. Alsof er heel publiek hier is. Maar dat mag niet. Dit is drie man is trouwens volgens mij verboden, hè? Nee, dat is niet waar. Is het max? Je mag max drie man op bezoek krijgen. Ja. Oh, dus er mag nog iemand komen? In principe wel. Ja, toch, laten we even iemand bellen. Dan. Alleen, we zijn wel verkeerd bezig, want het is geen anderhalve meter regel. Mohim. Mohim. Jij hebt geen corona, toch? Nee, toch? Jij ook niet, toch? Nee. Ja. Goed. Ik wel. Hoe is het, jongens? Gaat het lekker? Ja, gaat goed, man. Hoe is het met jou? Gaat goed. Gemakkie. Eerste keer in de podcast. Eerste keer, man. Ik moet even een beetje wennen aan deze... De eerste keer. Ja, toch. We zijn er, man. Ja, Lobo. Kom natuurlijk, ja, wij kennen jou. Weet je, ik vind altijd zo, zeg maar, als ik iemand moet interviewen of met iemand moet praten die ik ken, en ik moet hem bij zijn artiestennaam noemen, dan vind ik altijd zo ongemakkelijk. Maar goed, het is niet anders. Hoe is het leven in Zeeland? Ja, eigenlijk lekker, man. Lekker? Ja. Hoe is, zeg maar, die hele corona-ding daar momenteel, zeg maar? Is het, zeg maar, even heftig als hoe wij het hier in de Randstad ervaren, of valt het wel mee? Ja, weet je wat het is? Kijk, je hebt wel van die Facebook-groepen, weet je, in dorpen en zo, daar zie je meestal mensen allemaal wel zeiken tegen elkaar en alles, maar... Voor de rest, ik moet zeggen, in de winkels is het ook wel te merken. Wel maatregelen. Maar, ja, nemen maar ze. Niet zo erg als in de Randstad, denk ik. Oké. Okay. Dat niet. Ik bedoel, zeg maar, legerschappen en zo. Ja, ja, ja. Maar wel, dus zeg dat maar, hebben jullie niet, legerschappen? Minder dan hier. Ik hoor wel dat die Belgen daar bijna alles opkopen. Klopt. Shit, man. Maar als je, zeg maar, gaat kijken naar wat je hier is lijper. Bij jullie ziet, zeg maar, en daar is het wel anders. Alleen het enige wat wel, ja, ik weet het, dat is waarschijnlijk hier ook. Dat die cashier is glazen. Ja, toch? Ja, bij ons hebben ze kogelvrije glazen. Wij mogen ook niet meer tanken trouwens in België. Hè? Echt? Zeg maar, dus als jij nu... Wow. Kijk, jullie weten ook toch, je hebt al die binnenwegen over de, van de grenzen. Dus als je een van die binnenwegen pakt, leuk en aardig, je hebt, zeg maar, die politie misschien vermeden. Mm. Maar zodra je gaat tanken, zijn er camera's. Ze zien Nederlands kenteken, krijgen gewoon een gekke boete opgestuurd. Nee, joh. Ja, waarom? Ja, maar je kan ook gewoon even verderop gewoon parkeren en gewoon jerrycans vullen. Ja, ja, dat kan wel. Er zijn altijd wel mogelijkheden. Maar... Ben je wel gek veel moeite, hoor. Ja. Maar het is wel, hey bro, in België is er nu 90 cent voor benzine, hè? Echt? Ja, man. Dat is lijp, man. Ja, het is wel echt goedkoop, dat wel. Toch nog een voordeel, deze hele epidemie. Goed, ik wil het niet meer hebben over corona, want anders blijven we erover praten. Ja. Wij gaan vandaag iets heel erg leuk doen. Iets waar wij, zeg maar, al enorm naar uitkijken. Ja. Want we hebben er al weken over gepraat. En het is eindelijk zover. Wat wij vandaag gaan doen is... jij hebt een harde schijf vol met allemaal oude bestanden die wij eigenlijk... Jij bent de enige... Van onze hele vriendengroep, die zeg maar slim genoeg is geweest om alles te bewaren. Ja, klopt. Bijna letterlijk alles. Klopt. Ik heb echt... Kijk, weet je wat het is? Er zijn wel dingetjes die ik niet heb, maar dat waren cassettebandtijden. Juist. Die heb ik niet meer. Ja, ja, ja. Maar de meeste dingen heb ik altijd bewaard. Niet bewust of zo, maar gewoon bewaard. Maar wel sick gewoon, want ik weet van mezelf, zeg maar, ik had vroeger bijvoorbeeld ook een harde schijf, maar ja, die ben ik alweer kwijtgeraakt. Ja. Maar je hebt gewoon echt zoveel shit, het is echt waardevol. Ja, het is fucking waardevol dat na fucking, wat is het, 10, 15 jaar of zo, dat deze bestanden nog bestaan. 15 jaar minimaal, man. Het is lijf, man. Er zijn apokoes tussen van 2004, 2005. Zoiets. Dit is gewoon geschiedenis. Ja, man. Wat ik nu ook op mijn harde schijf heb, zeg maar, we moeten wel veel backups maken, jongens. Ik heb het ook op mijn harde schijf. Ja. Ja. Laten we het verspreiden op harde schijven. Ik heb het op twee. Gruwelijk. En weet je wat het is? Ik heb wel, zeg maar, voor vandaag heb ik... Je hebt een selectie gemaakt. Ja. Weet je wat het is? Kijk, als ik echt elke dingetje erin moet gooien, dan kan je een podcast van 3 uur gaan maken. Maar als je gewoon een beetje de leukste dingetjes waar je echt om kan lachen eruit pikt en gewoon de opvallendere dingen. Ja, want in principe wat heel veel mensen ook gewoon niet weten, wat me niet verbaast of zo, maar wat heel veel mensen niet weten is eigenlijk dat wij al super lang met elkaar omgaan en elkaar al kennen. Ja. Dus wij kennen elkaar al van... ik was 14 toen ik jou... Nee, eerder. Nee, wij kenden elkaar van onze 14e, 13, 14 zo. En wij kennen elkaar... Eerder. Toen was ik 12 volgens mij. En jij was... Ik was wat ouder, 14. Jij was volgens mij 16 toen ik jou leerde kennen. Ja, ik ben ouder dan jullie dus. Ja. Ja. Dus... Kijk, hoe ik jou leerde kennen weet ik sowieso. Hoe dan? Weet jij dat niet meer? Zei dat toch? Nou, hij was geen 16. Want zeg maar, jij kende hem eerder... Ja. Dan, of dan, nee, jullie kenden elkaar eerder dan dat wij elkaar kenden. Zeg maar, ik kende hem... En daarna kende ik jou en daarna kenden jullie elkaar. Juist. Zo was het, ja. Klopt. Maar wat ik van jou niet vergeet, was precies bij de bankjes. Wat een gesprek. Eerst kende ik jou, daarna kende hij mij. Toen kenden we elkaar, weet je. Lekker kennen zo. Je bakte kennis. Wat ik echt herinner, zeg maar, bij die bankjes daar zo. Yeah. Ik was met Zedak daar en
jij was met hem ook samen. Ja. En op een gegeven moment, wat gebeurt er? Ik had een MP3-spelertje. Maar weet je nog die... Met die geluid, met, ja, die, met die speaker. Nee, die MP3-spelertjes die op zo'n oh, ja, toch, batterijtje van de blokker. Juist, juist. Ja, ja, ja. Ik had er zo eentje. En ik had een track opgenomen op de beat van Fat Joe, Lean Back. Ja. En toen liet ik hem aan jou horen. Toen zei jij van... hey, hoe doe je zo die deuntje op de achtergrond, man? Dat is die deuntje. Maar bro, besef, ik was lijp onder de indruk. Ja, ik want ook, zeg maar, man, ik ook. Jij was zeg maar wel altijd zeg maar het verst qua melodietjes en een soort van echt een pokoe maken. Ja, maar we, klopt. Wij rapten gewoon. Ja, weet je, wij schreven ja. dan. Maar dat komt omdat ik misschien ook eerder een setupje had thuis. Ja, toch? Precies. Jij was ook een van de eerste met een studiootje thuis en ja, dat soort ja. shit. Je klopt. Weet toch? Ja, dus ik keek daar echt naar op. Hoe de fuck doe je dat? Zeg maar, hoe maak je die deuntjes en hoe doe je dat? Hoe neem je het op? Die deuntjes. Ja. Ik was echt, ja, ik was gewoon echt onder de indruk. Ik vond dat was echt een, hoe zeg dat, een experimentele tijd. Kijk, zeg maar, ik weet wel dat toen ik dat muziek een beetje ontdekte en een ding van ja, oh, ik kan mijn eigen opnemen en ik kan deuntjes op de achtergrond zetten en alles. Toen was ik echt zeg maar wel 24/7 op mijn kamer opgesloten, man. Ja. Ik zweer het, want toen ging de wereld voor me open dat ik gewoon, weet je nog die hip-hop forums tijden? Zo. Hip-hop injection. Hip-hop in HHI. 2HI. Ja, 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 hip-hop forums, 2HI, al die gekke shit. Ja. Zeg maar, daar ging je al teksten uitwisselen, battelen tegen elkaar. Weet je nog, dat waren die battles, daar kon je een record bij houden. Ik had toen MSN aan dat staan, toch? Toen heette ik Albanian Eagle. Albanian Eagle. Juist, Albanian Eagle was dat toen. Ik was toen helemaal aan het begin MCF en daarna werd het Lobo en dat is zo gebleven. Ja, want je naam is Farid. Mijn echte naam is Farid. Ja. Ja. Dat we, maar ja, Lobo kwam gewoon. Ik weet nog toen, tijdens carnaval, volgens mij. Toen, dat was volgens mij ook die periode dat ik dat deuntje zeg maar hoorde van jou. Yeah. Toch bij de bankjes daar. Mm-hmm. En toen ging ik bij Serdar thuis. En Serdar die had zeg maar een... dan zet ik zeg maar de beat hard op speakers. Yeah. En dan had je bij Windows gewoon zo'n opnameprogramma van Windows Windows zelf. Recorder. Windows Recorder. Ja, en hij had zo'n microfoontje. Juist. En als je die beat een beetje harder zet, dan hoorde je stem en je beat door elkaar. Ja, ja. Die microfoontje met die... platte dingen en dan die ja zo, toch ja, ja, ik weet, die witte ja, ja. Die iedereen witte, had die hoek van die woonkamer ja, ik toch. Weet precies iedereen had ja die computer daar in die hoek toch ja. Daar. Je bent aan tape ondertussen hoor je die Dagus Django en Mango of hoe heet die honden en toen gingen we op, volgens mij die oh ja toen had ik en Sarah die poko opgenomen van dit is wie we zijn ja die heb ik opgenomen dat is mijn poko bro dit is wie we dit is wie fuck niet met ons van ons krijgen niet klein we hadden ook een jij en Sarah hadden chill mee. Chill ja, me. Dat was hem. Wow, die ken ik ook nog. Ja, dat zo. Was hem. Juist. Die hadden we opgenomen. Die refrein was Lean Back. Klopt. En ineens switchte die beat. Ja, ja, ja. Yeah. Zo'n, ja die kan ik me ook herinneren. Klopt. In zo'n wow. House Poku of zo. Ja. Die heb ik helaas niet meer. Chill me. Nou, chill me. Mijn god. Wauw, die kan ik me... Ja, ja, man. Ja, zo. Man. Zeg maar, broer, die refrein was... Hij deed hem nog fucking lang live, hè? Zeg, ja. Maar, zeg maar, toen wij optredens hadden, deed jij hem ook gewoon... chill me. En iedereen ging zo... chill me. Bro, kan je, luister, kan je geloven dat... zeg maar, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar op Koninginnedag... Of wel, Koninginnedag. Koningsdag bij ons gewoon een klein showtje gedaan, toch? In ja. Ze vragen mij elk jaar om dat te doen. Mm. Weet je welke pokken ik toch de dag van vandaag nog live doe? Nee. Jij gaat sowieso raden. Die pakt altijd zeg maar het publiek, vooral zeg maar het Hollandse publiek. Nee. Dit is mijn. Nee, nee. Oh. La 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 la. Oh echt? Oh, yeah. Die denk ik ook nog steeds. Ja, ja, ja. Ja, maar dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Hij is wel, die blijft catchy. Yeah. Ja, maar dat is belangrijk toch? Tijdens shows moet je toch niet alleen je eigen, zeg maar, oké, dat is wel een pokoe van jezelf, maar ik vind het wel belangrijk als je shows doet, dat je niet per se alleen je eigen pokoes doet, toch? Want stel je voor, er is een pokoe heel erg gaande op dat moment. Mm. Je weet toch, net als Cartier. Gewoon om iets op te hypen. Er zijn fucking veel artiesten die gewoon Cartier deden live om gewoon op te hype in de vibe te komen. Je weet toch? In het begin vond ik dat raar, hè? Ik zag zeg maar shows en ik dacht van, hè? Is toch niet jouw pokoe? Maar toen begreep ik het ja, van. Ja, ja, dat, ja, klopt. Dit is gewoon... Klopt. Dit kan gewoon. Kevin, die had volgens mij ook een pokoe van hem. Waar hij ook zo'n best wel bekend oud deuntje deed. Beetje in de richting van die... Na, maar dan anders. Ja. Ik weet alleen, ik kan er nu niet opkomen. Ook een beetje uptempo trekken. Ja, toch? Ja, ja, ja. En dan ging heel die publiek zo meeklappen en zo. Je weet toch? Oh dus, ja, ik weet welke je bedoelt. Ja, klopt. Maar niet alleen Kevin. Veel artiesten. Ja, ja, die, veel, ja, veel doen heel hard. Maar dat is hard, man. Ik vind het gruwelijk. Op een zin steen vroeger nog altijd die... Dat deden ze al toen bij Appelsap deden ze dat ook nog. Broer, dat ging los. Bro. Dat ging echt los. Dat is zo fucking... Ik weet nog de eerste keer dat ik naar Appelsap ging of de tweede keer was met jou. Ja, klopt. Toen woonde ik in Rotterdam-West, bleef bij mij slapen, weet je nog? 2015. Toen je die water op mijn gezicht gooide. Dat was echt zo'n ding, hè? Echt de tering. Water bij iedereen gewoon. Mensen wakker maken met dat soort shit. Nee, maar dingen om terug te komen waar we het over hadden. Ja. Zeg maar... Er ging gewoon een hele nieuwe wereld open, snap je? En dat was, het was allemaal... Je dacht gewoon dat je de shit was met die gare programma's. Want ik weet nog Nero.
Dat is, dat is gewoon een CD-brandprogramma eigenlijk. Ja, bro. Hebben we daarmee opgenomen? Wat? Ja, bro. Audacity. Ja, wat? Ja, maar het is dus Audacity. Audacity, ja. Het is niet Audacity. Oh, wij zeggen nog steeds Audacity. Ja. Maar het gaat ook vanzelf dat je Audacity. Maar dat zeiden wij vroeger, Audacity. Ja. Audacity is gewoon een Engels woord ook. Ik weet niet wat het betekent. Maar ja, ik durf het nu niet te zeggen. Welke programma's hebben we nog gehad, man? Fruity Loops. Cool Edit Pro. Ja, Edit Pro was daarna wel dat dingetje. Die was een soort van professionele. Ja. Ja. Maar weet je wat die toren is bij Audacity? Mm. Ik was even aan het twijfelen. Audacity, als je zeg maar daar aan het opnemen was. Weet je nog vroeger dat we dan dachten van... Waarom overheerst die beat die stem zo erg? Dus gingen wij zeg maar 8 stemmen op elkaar opnemen. Ah, ja, klopt. Om ervoor te zorgen, zeg in plaats maar, van de beat zachter zetten, zeg juist. Maar. of een compressor of zo. Ik weet nog steeds. Ja, niks ging daarop. Ik wist niet hoe ik echo moest opnemen, dus deed ik die echo zelf. Ik leef. Bro, ik heb daar 1 pokoe. Zeg maar, weet je hoe ik vroeger mijn pokoes maakte? Dat was denk ik nog zelfs iets voordat ik jullie echt leerde kennen. Yeah. Ik wist niet, zeg maar, dat je kon opnemen... Kon stoppen. Oh ja. En daarna je ging die... Dus zeg maar alsjeblieft dat je die nummer hebt genomen. Ik heb hem. Gruwelijk. Ja, die eenzame meid, toch? Ah, broer, die is zo gruwelijk. Je bedoelt, heb je soms van die dagen dat je... Ja, die. Weet je waarom? Dus ik wist niet zeg maar, dat je een refrein moest opnemen, stoppen, verse, en dat je die refrein kon plakken. Dus ik deed gewoon zeg maar die refrein ook echt 3 keer inzingen, maar alles in 1 take. Oh, dus als die misging, moest ik mijn pokoe helemaal opnieuw. Zo dacht ik. Dus ik, al mijn pokoes waren 1-takers. Refrein, alles erop en eraan. Maar, kijk, zo mooi. Die onwetendheid. Op een duur moest hij zeg maar de tijd inhalen, toch? Want zeg maar, hij was aan het rappen, zijn verse aan het rappen, maar... aan het einde van zijn zin komt het refrein. Maar zijn laatste zin was gewoon te lang. En het ging overlappen, toch? Dus het ging over elkaar heen. Dus dan had je echt van... En dan ga je straks horen. Ga je helemaal stuk. Inhalen. Oh, dat is zo mooi. Dus, ik weet ook nog toen wij gingen opnemen... Dat je tegen mij zei van... Oké, je moet zeg maar die laatste woorden... Oh, ja. Moet je schreeuwend... Maar je moet van ver doen. Dus dan gingen we bij de deur staan. Gewoon 5 meter verder. Ja, gingen we schreeuwen in die mic. In plaats van die mic zachter zetten. Ja, toch? Ja, maar dat is leuk, weet je. Als je er nu over nadenkt... Oh, eerlijk prachtig. Is eerlijk, zeg maar. Wat er ook zeg maar gebeurt... Dit is gewoon iets wat voor het leven is. Weet je wat ik zo fucking leuk vind? Dat zeg maar... Al die kleine dingetjes die wij vroeger hebben gedaan, hebben allemaal zeg maar een impact gehad op onze toekomst. Ja, al die kleine secondes die wij hebben geïnvesteerd in onze eigen kamers, in die kleine kutstudiootjes, in die opnames die nergens over gingen vandaag de dag, hebben allemaal een bijdrage geleverd aan wie wij vandaag zijn. Ja, dat is zo fucking gruwelijk als je daarover nadenkt. Er is 1 ding gelukkig bij mij misgelopen. Daar ben ik echt dankbaar voor dat gebeurd is. Mijn moeder... Je weet toch, buitenlandse moeders blijken altijd van... Oh, ze zijn helemaal trots. Omdat, zeg maar, bro, jouw moeder kwam altijd de kamer binnen. Wij gingen altijd onze pokoes laten horen aan jouw moeder. Juist, dan waren we net klaar. Juist. Dat was zo slecht. Wat vind je ervan? Ja. Zei, mooi, jongens, mooi. Altijd mooi. Die motivatie geven. En dat was echt motiverend. En als ze beneden was... Bas achter, ja. maar wow. Zeg maar, op een gegeven moment... Dus mijn moeder... Die vond het zo gruwelijk wat ik deed tot de dag van vandaag. Zij support me volle bak. Ja, dat is gruwelijk. Zij zegt tegen mij dus... Ik heb jou ingeschreven in een talentenprogramma. Ik weet niet of jullie dat überhaupt... Wanneer was dit? Echt zeg maar way back, gewoon 2006 of zo. Ik zeg, wat voor programma? Ze zegt, ja, X-Factor of zo, ik weet niet. Wat? Bro. Besef. Ik was ook geselecteerd om mee te doen. Oh. Zij dacht dat ik kon zingen. Oh. Maar ik weet niet, niemand weet het volgens mij. Je had een piepstem vroeger, toch? Yeah. Ik zelf verzekerd, ik dacht dus van, oké, toch, ja man, ik ben zo goed. Bro, dus het was, weet ik nog goed, tot de dag van vandaag, in Rotterdam waren die opnames. Ja. Waren we daar naartoe gegaan. Bro, besef, weet je wat mij gered heeft? Laatste moment, mocht ik niet meedoen, omdat ik geen Nederlands paspoort had. Wow. Je mocht alleen meedoen als je Nederlandse nationaliteit had. En ik was destijds, had ik nog niet eens mijn verblijfsvergunning. Ik was nog echt puur vluchteling, zeg maar. Ja. Dus ik mocht gewoon niet meedoen. Leip, dat heeft mij gered, want anders had ik nu een filmpje waarschijnlijk op YouTube staan. Nu nog steeds viraal gegaan. Die voor live gewoon... Als je wel mocht meedoen, wat had je dan gedaan? Bro, ik weet je had nog je voorbereid? Wat had je voorbereid? Die liefde, alleen voor elkaar. Ik sta, weet je nog niet? Die wou ik gaan doen.
Oh, je moet straks, je weet hoe zijn stem was. En besef dat hij het in die piepstem moest doen. Verdiende loon. Als Gordon in de jury zat toen, jongen, helemaal kapot gemaakt. Of ze zouden mij misschien schattig vinden. Ze denken, zo'n klein dik mannetje, hij is schattig. We gaan hem niet te veel gunnen. Of niet aanpakken. Ja, maar dan zou je nu viral gegaan zijn. Want nu is die hele meme-tijd, bro. Ja, mensen zouden die raar teruggegraven hebben. Nu ben je niet meer veilig met die shit, bro. Ja, alles van vroeger, bro. Ik besef, ik ben ook gewoon blij dat die battle van mij en Cyclo gewoon niet meer online staat, bro. Die was ook fucked up. Ja. Voor mij. Ja. Oh ja, toen had ik toch tegen Donzo gebatteld. Ja. Juist. Maar jij kon freestylen vroeger. Jij hebt ook vroeger gewoon freestyle... Jij hebt een freestyle gewonnen. Je hebt gewoon freestyle battles gedaan. Je hebt daar gewoon bekers van destijds. Weet je wat veel mensen niet weten? Ik heb zeg maar, toen ik 15 of 16 was, heb ik een toernooi meegedaan. Waar Regga meedeed, Surya, Patrice, al die oude battle MC's van vroeger. En ik had toen 3 battles gedaan. En het ding is, besef die oldschool tijd, bro. Surya, Regga en zo, hun moesten hun laatste trein vanuit Zeeland pakken naar Amsterdam. Yeah. Omdat ze anders niet weg konden uit Zeeland. Dus hun zijn die toernooi eigenlijk midden in die toernooi eruit gegaan. En de rest die over was. Ik als 15-jarige kijker heb die toen gewonnen. Nee. Maar ik heb toen niet tegen Surya... daarmee was ik wel afgemaakt waarschijnlijk. Maar we waren wel erg die tijd. Ja, maar nog steeds tof dat je als 15-jarige, los van wie hier meedeed, dat je gewoon een toernooi had gewonnen. Dat waren echte prestaties, man. Ja. Destijds, bro. Die Patrice. Ken je die battle MC Patrice? Hij had gewonnen. Sick. Toen was ik 15. En hij was goed, hè? Ja. Hij was goed. Wat ik zeg, destijds was het zeg maar best wel impressive als je kon freestylen. Ja. Vooral gewoon freestyle rappen. Gewoon. Ik was nooit van het freestyle. Jullie twee konden het wel beter dan ik, man. Ik was niet van het freestyle. Ik ging het leren op den duur. Ja, soms kwam je in één keer wel opeens. Ja, man. Soms maar weet je wat ook grappig is eigenlijk hoe wij elkaar leerden kennen? Omdat wij dus allebei gewoon even illegaal waren. En even skeer. Dat wij allebei dezelfde soort van schoudertas hadden als schooltas. Juist. Toch? Als je geen geld hebt voor die... Grote flap en dat oranje skater guy erop, zeg maar. Juist. Mensen hadden gewoon rugtas op school. Je weet toch, middelbare school, ik kwam net in het eerste. Blablabla. Ja. Het was voor nog een belangrijk voor mij. Eruit ja, toch? Ik krijg een schoudertas van de Scapino, bro. Ja. Van de Scapino was die. Broer, maar we hadden zeg maar op school, op de reden zaten we. En we hadden zeg maar zo'n pilaar waar iedereen zijn tassen neergooide tijdens de pauzes. Yeah. Dus ja, ik gooi mijn tas daar neer. Bro, aan het einde van de pauze, er blijven nog een paar tassen over. Ik zie mijn tas, ik pak hem gewoon. Ik had Frans les. Maar hij zat op een sportopleiding, op SDMV. Juist. Dus ik doe mijn tas open. Ik zie onderbroek, natte t-shirt. Ik denk, wat is dit? Je weet toch, het is niet van mij. Schoenen, waarom? Wie gaat zo naar school? Ik heb geen schoenen. Je weet toch? Ik zag geen boeken. Niet dat ik boeken had. Maar ja, je weet toch, ik zag opeens daar zulke spullen. Deed ik zeg maar, mijn tas was... Ik dacht, mijn tas open in de les. En ik zag in één keer andere spullen. Ik weet niet meer wat er precies in zat. Maar... Ja, kopietjes. Altijd. Papieren, ik had nooit schoolboeken. Ik had kopietjes van boeken. Ik had nooit schoolboeken. Ja, het was een dik laag papier. Ja, bro. Juist, was dat... Hè, bro, skeer. Ja, bro, we hadden geen doekoe voor boeken, bro. Die dus boeken waren 3-4 barkie, hè. Wow. Gewoon gekopieerd dan, man. Ja, man. Ik moest schoolboeken kopiëren, man. Veel mensen doen dat. Ghetto shit. Keihard. Maar jullie, eigenlijk was het een beetje een soort van een romantische film. Jullie hebben een soort van... Het was een film, bro. Maar... Tassen met elkaar. In ieder geval, dus ik zeg tegen die leraar, meneer Courtin heet hij, die Franse leraar. Ik zeg, ja, meneer Courtin, ik heb verkeerde tassen, dit. Hij zegt, ja, toch, ga maar naar de receptie. En bij mij hetzelfde. Hij staat daar te wachten, toch? Dood lachen. Dus we hebben allebei dezelfde lelijke, skere schoudertas. Ja. En ze, hij begon te praten. Hij zei, ja, ik ben een rapper, dit, dat. Ik zeg, ja, toch. Maar zomaar hij zei meer zo, ja, ik ben een rapper. Ik zeg, ja, toch, je weet toch. Maar hij was ouder dan ik, je weet toch. Yeah. Maar ik had wel een even hogere stem dan jij. Je was klein, bol en een hoge stem had je. Je weet toch. En fucked up. Was dit trouwens, was dit in dezelfde tijd dat je op de reden ging optreden met Justin toen? Dat was rond die tijd. Ja, maar... want in de brugklap, mijn levenpokkel was in de brugklap. Maar dat was soort van ook best wel een legendarisch optreden, toch? Ja. 800 man of zo, de hele school. Nee, bro. Jij zat niet in de brugklas. Luister, brugklas heb ik Michael Jackson gedaan. Ja. juist. Brugklas bij Talentenjacht was ik Michael Jackson. Wacht even, dat klinkt ook verkeerd. Ja. Ah, enorm, man. Nee, niet zo. Ik heb Michael Jackson gedaan. Surviving Michael Jackson. Hey, rest in peace Michael Jackson. Nee, maar... Doodlachen. Ding is... In de brugklas was ik Michael Jackson met Talentjacht. En in de tweede heb ik met Justin meegedaan. En die Mijn Leven pokoe was wel een hitje, man. Ja. Voor wat je die tijd een hitje kon doen. Klopt. Heel de school kon die meezingen. Je had ook gewonnen, toch? Ja, je had ook gewonnen. Ik weet nog goed, die avond, ik had publieksprijs. Eerste prijskategorie muziek.
En originaliteitsprijs. Met leuk. Één pokoe. Ja. Dat is keihard. Ja, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb daar nog foto's van volgens mij. Dat is sick. Dus, dus toen zei hij dat hij rapper was. Ja, en hij zegt, ik ben een rapper, dit, dat. En hij, jij liet, ik weet nog, de eerste pokoe die jij aan mij liet horen was Praatjes vullen geen gaatjes. Op die... Het zijn chappies die praat. Ja. Yeah. Bro, ja, die was doodlachen, man. Maar ja, in ieder geval, daardoor was ik soort van geïnspireerd. Dat ik dacht van, hé... Het kan wel. Maakte je al beats toen? Nee, ik deed niks. Nee. Ik deed niks. Maar ik had ook nooit affiniteit met muziek of zo. Het boeide me niet of zo. Wat gek. Zeg maar, ik vond het leuk om te horen. Maar het was niet van, ik kan het maken. Dat dacht, ik wist ook niet dat het kon. Ja, ja, ja. Ik dacht van, je moet groot, bekend en rijk zijn om pokoes te kunnen maken. Maar dat was helemaal niet zo. Want hij had dezelfde tas als ik. En hij maakte gewoon pokoes. Je weet toch? Ja, dus ik dacht, hé, dan kan ik het ook. Ja, precies. Ja, dus, maar ja, het begon alleen heel kloten bij mij. Het was niet dat hij denderend was, maar hij was wel al verder, je weet toch? En ik moest het wel leren of zo. Wel mooi, zeg maar, hoe die ontmoeting is. Ja, hij had me ook meegenomen, eerste keer studio, dit dag, je weet toch? Het was ook echt filmachtig, man. Eerlijk is eerlijk. Ja, man. Ja. Dit zou je wel in de film kunnen verwerken. Ja, klopt. Want sindsdien gingen we echt met elkaar om. Ja, man. Ik zei het volgens mij laatst, ik weet niet of ik het tegen jou zei, ik denk het wel, dat we zeiden dat we... vroeger echt bijna letterlijk met elke talentenjacht... of elke kans die wij maar zagen, die pakten wij gewoon. Ja. Elke talentenjacht wat er maar was, waren wij daar om te rappen. Als ik nu zeg maar jonge guys die net beginnen... en die al klagen omdat ze na twee pokus niet doorbreken... Ik word een beetje boos. Ze klagen en ik krijg miljoenen DM's, bro. Miljoenen, hey, hoe maak ik een beat? Hey, ik wil gaan rappen, geef mij een beat. Denk bij mezelf, zo werkt het niet. Nee, man. Zeg maar, ten eerste heb je nu YouTube... Tutorial zijn moeder. Je weet toch? Yeah. Wat en ga plus, je mij hebben, vragen? We hebben jaren op instrumentals gerapt. Niemand geeft een fok. Ja, mensen willen al gelijk. Ik wil een beat en ik wil zo. Broer, je hebt beat voor €20 op YouTube. Gratis. Koop. Je hebt ze gratis. Je hebt ze ook gratis, maar je hebt ook voor €20. Iedereen, als jij €20 hebt voor Netflix-account en Spotify, dan heb je ook €20 voor dat, toch? Gewoon boy, of dat ze zeggen van, ja, ik wil doekoe pakken met muziek, voor show, ik moet betaald worden. Kijk, mensen moeten beseffen, en ik denk dat ik dat voor ons alle drie spreek als ik dit zeg, is dat wij vroeger naar optredens gingen, of dat nou talentenjachten waren, of gewoon... Wij betaalden, bro. Wij betaalden eigenlijk in de zin van... De reis naar daar, het eten, bus, trein. De ene keer reden mijn ouders, de ene keer reden de jouw, de ene keer reden Justin's ouders. En eigenlijk, wij maakten kosten om te mogen optreden. Ja. Om ons gewoon te laten zien. Ja, toch, te laten zien. Je wil gewoon je kop over laten zien. Ja, dat is wel Wij gingen toen met EPR. En los daarvan, wij begonnen in de tijd dat er eigenlijk geen money was in muziek. Ja, ja, klopt. Degene die money aan het maken waren Ali en zo. Ja. Je weet, dat was de enige. Ali. Ja, maar opposites in die tijd nog niet eens volgens mij, hoor. Wat later begonnen ze echt, je weet toch? Klopt, echt in die periode toen wij begonnen, bro, dan praten we hier over 2006, 2007. Dat lag geen money daar. Terwijl het nu juist een soort van makkelijker is om je gezicht overal te laten zien. Man. Fucking Instagram kan je zo viral gaan. Bro, als jij een ton streams hebt, pak je gewoon 4 barkies. Ja. Dan heb je gewoon 4 barkies met de ton streams. Kan je weer terug investeren in je muziek. Als wij toen de tijd een ton streams hadden voor 4 barkie, bro, wij waren... Echt elke seconde van de dag bezig geweest. Ja, zeker. Want nog erger. Zonder... Maar onze drive was eigenlijk omdat we het leuk vonden. Juist, en nu begint iedereen van, mannen maken gewoon 2-3 doezoe in de maand gewoon met muziek, man. Ja, dat ga ik ook gewoon doen, man. Ja, laat me even frasie checken, man, voor een beat. Hé, bro, luister dan. Ik ben niet... ik woon niet bij jou om de hoek of wat dan ook. Yeah. Ik stuur je gewoon een factuur. Je weet toch? Ja, precies. Beter heb je daar wat liggen, anders... Ja. En zelfs als het niet interessant is, als iemand net is begonnen, ga ik er niet aan meewerken. Je weet maar ik merk het zelf ook in de studio. Ik denk dat mensen gewoon vergeten wat je erin moet steken om er wat uit te halen. Ja. De essentie. Je moet die vuur moet in jou zitten. Vergeet niet, bro. Wij zijn begonnen niet met het idee van, wij gaan hier geld mee verdienen. Nooit. Nee. Maar meer het idee van, ik vind het echt leuk om te doen. Holla, ik dacht er vandaag nog echt aan in de auto... Dat ik dacht bij mezelf van, shit man, ik ben zo fucking dankbaar, zeg maar, dat ik nu afgelopen 3 jaar soort van al mag leven van wat ik echt leuk vind om te doen. Ja, keihard, tuurlijk. Hoe dankbaar ik daarvoor ben. En dan ga je weer nadenken over wat ik net al zei, over al die secondes die we hebben geïnvesteerd in onze leven om vandaag te kunnen zijn wie je bent. Juist. En dat is wat vaak mensen nu soort van vergeten van, je moet er zo fucking veel tijd in stoppen. Mm. En het is niet nu, kijk naar Murder, bro. Kijk, die man zit al zo lang in de scene, die man is nu iets in de 31, 32, hij is nu is hij pas op de piek. Ja, en misschien is dit nog niet eens zijn piek. Ik denk niet dat dit zijn piek misschien is, man. Er over 5 jaar een nieuwe piek. Klopt. Snap wat ik bedoel? Klopt, dus er is geen tijd voor... Want net als bijvoorbeeld... even tussendoor, dat is ook wat je zegt. Want ik was het ook heel even kwijt, de motivatie en zo. Ja. Maar mede ook een beetje dankzij
gesprekken met jullie samen, heb ik ook zoiets van, je weet toch, eigenlijk, het is nooit te laat. Snap je? Het kan zomaar ineens helemaal een andere wending krijgen. Ja, kijk hier, Murder, 3,5 miljoen maandelijkse luisteraars. Belachelijk, bro. Hij heeft al een tijdje, broer, 30 miljoen streams. Dat is lijp, 60 miljoen streams, 8 miljoen, 5 miljoen, 17 miljoen. Ja, dat is een hele andere. En we praten over Murder, die zeg maar een paar maanden geleden in Nederland soort van was als vergeten rapper. Zeg maar, het was al beetje bijna klaar. Je weet toch? Ja. En ik praat over, zeg maar, het ging minder. Snap je? Het ging minder, want hij ging... Vergeleken met nu. Ja, vergeleken met nu, ja, dan wel. Ja. Weet je nog toen hij ging optreden in Middelburg? Ja, man. Wij deden zijn voorprogramma. We deden zijn voorprogramma. Jullie deden zijn... Nee, wacht even. Jij en wij gewoon. Wij. Ja, maar, ik was daar niet bij. Hij was er niet bij. Wij waren daar samen. Ja, joh. Ja, wij hebben van Murder gedaan en van Fresco. Ja, dat was het. Wacht. Fresco deed jij... Had jij mij meegenomen, ik deed bij Murder. En klopt. En toen gingen we mijn blok laten zien aan hem en zo. Bro, besef, dat waren ook tijden. Ja, dat je een vol programma mocht doen van iemand. Van een grote rapper, ja. Mensen, bro, ik zeg eerlijk, man, die rappers van vandaag, zeg maar, die gaan niet beseffen wat dat betekent, man. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, misschien doe ik nu een gewaagde uitspraak. Maar ik denk eigenlijk dat, zeg maar, de mainstream artiesten van vandaag, die ook best wel gewoon, laat me zeggen, gewoon grote namen, hè. Ja. Yeah. Ik denk dat hun mijn blok TL2 en zo hebben gezien. Vast wel. Snap moet je? Wel, moet wel. Snap je wat ik bedoel? Die shit was vroeger zeg maar een street anthem. Want als je destijds zeg maar, ik wil niet zeggen dat ze fan of zo waren, maar ze hebben het gezien, kan niet anders. Bro. Als je in die tijd viral ging, was er een soort van boom van gangsterclips. Ja. Wij hadden gewoon de hardste op dat moment. Ja, dat is gewoon met de meeste kijkers ook. Juist, want zeg maar, als jij toen een paar ton views pakte, was je de shit. Ja. En wat waren we? 17, 18 jaar. Als je dat nu pakte, dan... Ben je prima. Ben je normaal. Ben je goed bezig. Ben je goed bezig. Maar toen was je de shit als je part onpakte. Ja, ik weet nog vroeger, bro. We reisden gewoon overal rond, bro. Om showtjes te doen. Gratis natuurlijk. Ja. Broer, ik weet nog dat mijn blog net uit was. Kregen we iets van 20, 25k views per dag. De eerste drie dagen, bro. Dat stond al bijna op een ton binnen een week gewoon. Dat waarschijnlijk gek, als mensen dit nu zien wat je nu zegt, denken ze ja... En dan, mensen pakken halve milie. Bro. Nee, in die tijd is gek, man. Toen was dat de halve milie van nu, zeg maar. Ja, als je dat en je bent, ben je niet vergeten hoe dat de eerste originele clip eraf werd gehaald? Klopt. Omdat erin geschoten was. Maar bro, ik zeg je eerlijk, zeg maar, vandaag de dag is YouTube ook niet meer wat het was, hè? Nee, als je zeg maar, kijk, gevestigde namen pakken soms gewoon 15.000, 20.000 views op één dag, hè? De eerste dag dat een clip uitkomt. Ja, en ik praat over gevestigde namen. Ja, maar dat is de laatste jaar zo. Nee, maar dat is omdat Spotify het heeft overgenomen. Ja. YouTube is gewoon niet meer wat het was. YouTube is meer nu een soort van het visuele aspect. Maar nog een beetje gaat Spotify dat ook gewoon over. Bro, ik heb me laten vertellen dat het zo gaat. Voor je het weet ga je bij Spotify ook videoclips kunnen hebben... waar je ook meer geld op kan verdienen dan op YouTube. Ja. Dan is het klaar. Dat geloof ik ook wel. Dan is het klaar, bro. Klopt. Mijn blog deel 2, die had... De eerste twee dagen weet ik nog goed. Ik weet nog precies hoeveel het was. 48.000 views op twee dagen. Mm. En toen kreeg ik dus een bericht van politie en burgemeester. Ik moest op het matje komen, omdat die clip moest eraf. Ja, oh ja, klopt. Mijn vader belde mij. Hij zegt, luister dan. Kijk, mijn vader heeft soms wel ingangen, zeg maar. Je weet toch, dan hoort die dingen ook. Ja. Hij zegt van, luister dan. Ik hoor van die en die. Politie wil de inval gaan doen bij jullie. Je weet toch? Ja. Ik zeg, fucker. Hij zegt, wat heb je gedaan, zegt hij. Het was ook gebeurd bij iemand, hè? Ja. Hij zegt, wat heb je gedaan? Hij zegt, want jouw naam is ook genoemd. Hij zegt van, iedereen die daar in die video actief is, daar willen ze inval gaan doen. Je weet waarom? Ja, het wordt geld, wapens, dit, dat. Die jongens zijn 17. Waar komt dat vandaan? Je weet toch? Mijn ouders hebben die shit nooit gezien destijds, man. Ja. We waren niet op internet. Ja. Maar alles was gehuurd. Ik kan me vrij weinig herinneren. Ik weet wel dat ik van skeer was, man, bro. Geloof me, alles wat je zag in die clip was niet van mij. Ik had echt niks. Weet je wat het is? Het was destijds ook... Kijk, eerlijk is eerlijk, zeg maar. Er waren gewoon boys in die clip die al gewoon wel gewoon... Die gewoon doekoe hadden. Doekoe hadden. Die, en die waggies en zo. Kijk, dat vond ik wel altijd grappig. In de reactie zag je altijd huurwaggies. Mm. Dat was altijd de nummer één onderwerp. Ja, maar weet je, het is elke buurt kost heeft toch wel gewoon mensen die gewoon mooie auto's rijden. Dat is niks meer. Elke buurt heeft gewoon zijn strijders, weet je, die gewoon hard bezig zijn. En dat was bij ons dus ook zo, snap je? Daarom. Eentje werkfabriek, andere werk daar, eentje die daar. Je weet toch? Ja. Luister dan, aan het einde van de dag, mensen met die hebben slagrij, die hebben 3 BMW's voor de deur en zo. Ja, maar slagrij draait gewoon dik. Je hoeft niet per se... Daarom, snap je? Klopt. Maar het waren die gunners, man, die het hem deden. Ja, precies. Zeg maar in die eerste versie. Want er dus, werd ook geschoten, toch? Op het einde werd er geschoten. Werd er in de lucht geschoten op ik het einde. Ik weet nog, bro. Hoe wij allemaal. Was bij die skatepark toch? Yeah. We waren alle. Broer, er wordt geschoten. Iedereen is verspreid. Gewoon. Vraaf, loezoe, gewoon. Ik weet nog zelfs dat iemand in die beeld zo deed.
Tijdens die schot. Ja, iedereen, ik schrok van. Mensen proberen dat vet gewoon stoer te blijven kijken. Iemand schiet. What the fuck? Ja. Ik weet niet meer wie dat eentje maar deed. Die pakte echt veel views, zeg maar. Maar na 2-3 dagen moest hij eraf. Hij moest eraf. Jammer, kijk, weet je wat het is? Als wij toen destijds wisten van, vriend, je kan mij niks maken. Ik laat die erop. Dat was ander verhaal. Maar toen, broer, burgemeester connect mij. Ja, je schrikt. Je wordt wel bang. Je schrikt. Bro, vandaag, zelfs als je een brief van een advocaat krijgt, denk van, ja bro, ik heb nog steeds mijn artistieke vrijheid. Wat wil je doen? Dat is het. Maar ze waren al aan het praten over invallen. Je wilt ook niet dat heel de buurt een inval krijgt. Besef dat ik dus zeg maar gewoon als een youngboy op een kantoor moest komen bij de burgemeester en de zijn collega's. En dan moest ik zeg maar met een beamer draaiden ze die clip. En dan moest ik gaan uitleggen wat en hoe. Lijp, man. Ze hebben mij niet gedwongen om dat te doen, maar ik was jong en ik dacht van, je weet toch, ja, ik ga dat beter meewerken. Doen. Meewerken, snap je? Ja. Dus ik zeg, ja, kijk, ik zeg, ik wou gewoon opvallen. Ik zeg, ik bedoel, het is allemaal die schoten. Ja, jullie hebben een de lucht. Dat was Mo, hij woont bij... ik zei, luister, dat waren gewoon special effects. Zei, oh shit, jij toch slim. Ja, ik had mijn eigen eruit geluld. Ik zei, dat waren special effects. Gek. En, edit. Dat is zo gecreëerd door de videomaker en bla bla bla. En waarom doe je dan zo gewelddadig? En zo? Ja, ik zeg, ik wil opvallen. Ik zeg, als ik tegen een boompje ga staan leunen. Ga niemand dat, kijken? Dat stond nog in de krant zelfs. Hè? Klopt, dat kan ik me herinneren, die artikel. Als ik tegen een boompje ga leunen, gaat niemand mij... Rap over mijn leven. Juist. Zo was dat. Fucking mooi. Mooie tijden. Wat een mooie tijden. Tot de dag van vandaag zeggen mensen, mijn blok deel 3, maar gaat niet meer. Als ik nu dat mijn blok, even verduidelijken, om dat gelijk de wereld uit te helpen. Ik ga mijn blok deel 3 niet maken, want... Bro, iedereen is vader geworden. Het is geen Fast and the Furious tot deel 9. En mensen vragen het nog steeds. Ik ga het niet maken. Waarom? We zijn niet meer die mensen van toen. Ten eerste. En ten tweede... Bro, we waren fucking 17, 18, 19 jaar oud. Waar hebben we het ten over? Ten tweede, het is een... Voor mij alleen persoonlijk. Waarschijnlijk voor jullie ook een klassieker. Ja. Dus daar moet je gewoon niet aan zitten. Afblijven. Ja. En plus, als je het wel zou doen en weer met zoveel man, dan moet je die 1,5 meter regel toepassen. Dan... Er mogen niet eens zoveel mensen bij elkaar komen op dit moment. Eens, dus ja. Goed, jongens. Zullen we beginnen? Ik ben er helemaal klaar voor. Man. Want ik weet dat als wij doorpraten, kunnen we nog uren zo door blijven praten. Ja, maar ik wil heel graag beginnen. Willen jullie trouwens even wat drinken? Want ik begin al wel dorstig. Ik geef even een flesje water voor ons. Ik hoef niks te drinken, hoor. Het gaat wel goed. Goed. Daar gaan we. Er, echt classic tussen. Ik weet niet zeg maar, of het voor jou kan om een klein beetje... Ja, ga ik zeker doen. Ik ga dit gewoon zo draaien. Dan weet ik precies wat is. En dan proberen we te editen. Het eerste daar zo... dat is een... Oh, wow. Ja, dat is gewoon een klein filmpje van mij met Justin dat we aan het optreden waren. Ik kan die pet nog herinneren. Ik droeg die kapot vaak. Waren dit Fat Farm schoenen? Ik weet het niet meer, bro. Ik weet alleen dat destijds zeg maar, elke broek niet zeg maar, die elastiek bij die enkels had. Ja, dus, dus je had altijd zo die wijde broekspijpen, toch? Maar dit is een filmpje. Wat ben ik? Sap, Marcus. Dit is wat de studio met ons deed. Gewoon random. Dit is wat de studio... Kijk mijn trui. Waarom had ik zo'n trui aan? Waarom met strepen? Dat maakte me alleen maar dikker. Wat's up, man Koes? Wat's up, man Koes? Hoe oud was jij hier? Ik denk 20 of zo. Ja, dit is zeg maar iets recenter wel. Ja. Ja, dit was zeg maar al... 7 jaar geleden nog steeds. Ja, dat is wel een, toch lang, inderdaad. Is toch wel wat, hoor. Tering, man. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, dit was ik met Masta. Ik kan me deze foto ook herinneren. Die had je volgens mij op MSN en shit. Juist. Ja. Dit was het voorprogramma van de Opposites. Waren wij kapot trots op. Wanneer was dit? Oh, tuurlijk. In Zierikzee was dit. Oh man, ik was er zo jaloers op destijds. Ja, echt waar. Ik dacht, oh mijn god. Dat was fucking... in die tijd wel echt... Bro, dat was huge. Toen was ik STC, toch? Weet je wel? Ja. Skill Technic. Skill Technic. En ja, jullie mochten het voorprogramma doen van de Opposites. Wauw, man. Dat was sick, man. Dat was wel groots destijds, toch? Dat was sick, man. Want waar was dit? Zierikzee. Ja, hoeveel man was het? Ja, wel, ik denk wel een paar barkje, denk ik zo. Nee, dat was voor toen wel vet. Hoe lang mochten jullie optreden toen? Bro, wij deden vroeger echt shows van 3 kwartieren zo, man. Ja. Is lijp, hè? Weet je wat is ook maar we hadden die tunes. We hadden ook zoveel tunes. Weet, dus dat kon gewoon. Maar dat zeg maar het publiek zo aandachtig kon blijven voor 3 kwartier. Maar ook dat gewoon, ja, maar dat ook dachten gewoon... wij, hoor. Maar ze moesten daar gewoon staan. Ze waren gewoon aan het wachten op de volgende act. Ja. Tot het klaar was. Maar weet je wat is? Ik zeg je eerlijk, zeg maar, ik heb bijvoorbeeld nooit persoonlijk meegemaakt met dat biergooi shit en zo, wat je tegenwoordig hebt. Ik heb het wel 2-3 keer meegemaakt. Maar ze gooiden wel gek mis. Deze tijd of vroeger? Ja, gewoon afgelopen 2 jaar, zeg maar. Ja, nee, maar ik heb het zeg maar over... Nu zie je het heel vaak gebeuren. Ja. Maar ik bedoel, vroeger... Heb jij vroeger dat gehad? Nee, ik heb daar vroeger geen last van gehad. Ja, dat bedoel ik. Vroeger hebben wij dat... Nee, maar vroeger... Nou, ik heb wel een keer... Nee, wacht even. Weet je nog dat wij een show hadden in Antwerpen? Ook iets van 7 jaar geleden ja, zo. Ja, gooide ja. iemand... Broer, in Antwerpen, en er waren dus allemaal drerries daar zo. Ja. En eentje gooit gewoon een pen tegen mijn keel aan, bro. Oh. Een pen.
Maar ja, ik zag niet van waar het kwam. Wanneer was dit? Bro, dat was met Rambo samen. 7 jaar geleden zo. Leuk. 7, 6 jaar geleden. Luister, weet je nog dat wij met z'n tweeën uitliepen en dat paar boys ons gingen volgen? Oh ja, klopt. En opeens ja. Eentje zegt van, kom, we gaan ze pakken. We gaan ze klappen. Hij draait om. Wat gaan jullie doen? Nee, niks man. Waar was dit? Antwerpen. Lijp. Ja man. Maar goed, dit was bij Opposites dus. Oké, dit was bij de Opposites. Ja man. Oh ja, natuurlijk. Dit was mijn blok deel 1, toch? Ja, ja man, die heb ik, dat is wel een classic, je weet toch? Die heb ik even erbij gegooid. Deze foto. Zeg maar ook als je de outfitjes zo ziet, ja, prachtig. Ja. Zeg maar van alle outfitjes vind ik die outfit van Rosé echt niet kunnen. Ja, maar dat was de American. Goud, Kani. Te veel goud en alles was te groot. Ja. En... Hij had die American. Ja die toch? Saus. Die ja toch? Die stilo. Hij had die popcorn outfit. Juist, juist. Fully popcorn. Ik had alleen dat tasje maar. Prachtig. Dat popcorn tasje, weet je nog? Ja, ja, ja. Dit zijn wij. Oh, dit herinner ik me nog. Dit zijn wij, bro. Dit zijn wij shit, drieën, dat ben ik. Oh, die Turkish rap. Jij in het midden, ik rechts, Lobo links. Juist. Oh ja, hier had ik ook die Kani pak. Keihard. Oh, had het toen die remix van You Ain't Zelf. Oh my god. Opposites. BBS. BBS. Weet je nog? Remix waar niemand van af wist. Niemand wist. Wij dachten, we hebben een officiële remix. Officieel. Wie op de beat? Crazy op de beat. Vuile leugenaar. Topbreed. Waar was dit? In Sas. Jeffries, in de Jeffries. Maar fuck hem met die plaatje achter ons. Ja. Yeah. Ik weet nog dat mijn moeder vroeger dit filmpje zag en zei ze, waarom deze vrouw zo... Waar ga je, wat voor plekken ga je naartoe? Ik was zo trots op mijn pet, hè. Atlanta. Ik zeg je eerlijk, van ons drie had jij wel het meest swag. Ja, was wel best jij wist wel hoe je moest kleden, zeg maar. Eerlijk is eerlijk. Dankjewel. Besef dat wij ook gewoon de hele tijd op dezelfde plek staan en een stap naar voren en een stap naar achteren doen, hè. Of naar links en naar rechts. Oh, dit is die first waar jij zegt... Mijn broer was hier ook bij, man. Ja, klopt. Die stond te filmen in het publiek. Ja. Hij heeft dit gefilmd. Oh, mijn broer had dit gefilmd. Oh nee, wacht, hier sta je broer. Hoofd daar. Oh ja, hier sta je broer, ja. Wacht, dadelijk komt die PC. Easy records. Ja, nu komt hij, nu komt hij. Ik weet niet wat je zegt daar, man. Ik ook niet. Het flowde wel gek. Oh, wij waren echt stoer. Prachtig. Dit is wel echt... Ga je ook nog rappen? Volgens mij wel, Pissie. Ook nog een verse. Ik woog daar ook wel 100 kilo lichter, hoor. Gekker. Zo. We waren volgens mij 15, 16? Jij had altijd die mohawk zo van. Ja, ja, klopt. Ik had die matje. Zestien was ik hier dus. Jij was ik 16. Zeg al 16, dan waren wij 14. Ja. Breng schokkende rijms net als synthetisch materiaal. Wanneer je moeilijke woorden wil gebruiken. Ja. Dat was ook een ding, toch? Moeilijke woorden gebruiken om intelligent over te komen. Pen in mijn hand. Met de pen. Ja, prachtig. Hoor. Mooi. Ja, dat is mooi. Dit was talent, dit is met mijn Jesse. Leven, ja. Wow. Hier hadden wij dus... Dezelfde outfit. Is het dezelfde Kani-pak? Ja, man. Gek. Ik rockte die bijna bij elke show. Ja, wat ook vaak zeg maar één goede outfit, toch? Ja, zeg maar. Die deed je dan bij je optreden. Je rap-outfit. Juist. Je hip-hop-outfit. Wat prachtig. Oké, de volgende is volgens mij... Afmix Free. Wauw. Hey, oh. Ja. Ik heb dit nog beseft. Dit? Wauw. Wat? Bro, weet je hoe waardevol dit was vroeger? Ja, dit gebruikten we allemaal. Voor de mensen thuis die niet weten wat ze nu zien in beeld. Dit is zeg maar een kladblokbestand van de manier waarop je zou moeten afmixen volgens iemands idee. Juist. Ja. Wie kwam hiermee? Jij kwam hiermee, want jij had het van iemand gekregen. Nee, kijk, ik had zeg maar dus... ik wist hoe het moest. Eerste stem, tweede stem, echo. ik wist hoe het moest. En toen had jij zeg maar je eigen wending eraan gegeven. Mm. En daarom staat er ook die titel. Is
Offmixed by Frazee. Besef dat wij zeg maar... wij wisten gewoon niks van muziek of geluid of wat dan ook. Dus wat wij deden is, wij volgden gewoon een bepaalde stappenplan. Hoe het ook klonk, het moest zo hoe zijn. Hoe het ook klonk, dit was de stappenplan. Ja. Niet eens kijken van, misschien is iemand zijn stem anders, misschien is iemand... En dat deden we dus ook zelf, hè. Nu komen we weer terug op het feit dat we alles zelf deden. Juist. Dus we namen onszelf ook vroeger op. Afmixen. En we deden het mixen zelf en dit alles. En dat. En het was niet van, we stuurden het naar elkaar ook een beetje door van, joh, wat vind je van de kwaliteit? Ja. Hoe ja. klinkt het? Hoe klinkt het op jouw speakers? Dat was vaak ook nog belangrijk. Bro, we gingen op zelf. 4 verschillende plekken luisteren. In de auto, op headset, op je telefoon. Ja. Ja. Weet je nog vroeger dat als je zeg maar een pokoe stuurde via MSN, dat het eerste wat je vroeg is, hey, hoe is die kwaliteit? Ja, niet eens van, hoe vind je die pokoe? Ja, man, hoe is die kwaliteit? Kwaliteit was belangrijk. Ja. Maar broer, dat is vreed nostalgisch, maar normalize. Normalize. FF filter. Dynamic processing. FFT filter. Graphic equalizer. Wow, prachtig. 30 band classic. Ja, toch? Normalize. 60%. Kill the mic rumble. Ja, kill the mic rumble. Keihard. Wat mooi. Dat vond ik altijd, die bleef altijd in mijn hoofd hangen, die kill the mic rumble. Omdat het altijd moest denken aan Rumble in the Jungle, toch? Ja, klopt. Lijf, man. Oké, volgende is volgens mij een tune. Ja? Oh ja, wacht, voordat je begint. Dus op een gegeven moment dacht ik dus, ik kan ook DJ zijn. Dus ja, dus daarom staat er ook echt DJ Lobo. Besef die titel? DJ Lobo, Turkish Mix en M&M. Dus wat had ik? Ik had virtual DJ. Hij is niet eens Turks. Nee, weet ik. Ik had virtual DJ. Ken je dat nog, virtual DJ? Yeah. Dus wat ik deed, ik zette een beat aan en een a cappella. En ik drukte zeg maar zo snel mogelijk tegelijkertijd op die knop. Ik wist niet dat je kon plakken. En, dat je, en ik wist ook niet wat BPM's waren. Dus dit is wat eruit kwam. I don't know, that's just the way I am. Dre, just let it run. Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, turn the beat up a little bit. Turn the beat up a little bit. Hey yo, this song is for anyone. Fuck it. Just shut up and listen. It's so mooi. Maar besef dat als die first thing. Dit is zo mooi. DJ Lobo. Ja, man. Maar deed je dat deed met je dit zelf? Ik weet niet meer hoe dit ging, maar het grappigste van alles is dit. Besef die hele vibe en opeens komt dit. I sit back with the pack of zigzags in this bag. It's the speed, it's me, it's it need, it's a beat. Kijk, nu is hij nog een beat, maar daarna valt hij helemaal weg. Zodoende. Dat is misschien dat is ook leuk. Doodlachen. Dat is leuk. Oh mijn god, DJ Lobo. Ik hoop niet dat we een claim krijgen door die shit, maar... Oké, de volgende is Eminem feat. Lobo. Juist. Featuring Lobo. Ja, dus zeg maar, dat was ook iets wat ik dacht van, je weet toch... Ja. Yeah. Ik zag dus Ali B, Yeser en Akon International Remix. Snap je? Dus ik dacht, ik kan mensen voor de gek houden. Als ik het zo goed mogelijk... Alsof ze het geloven. Ja. Maar besef, ik was ook echt zeg maar heel serieus hiermee. Want kijk in de titel, hoe netjes het allemaal... Zo... Yeah, International Remix. Gedaan, zeg maar. Ja, check maar eens. Jesus, voor de fuck. Ja, ik wil het horen, man. Sorry, mama. Yeah. I'm sorry, mama. Yeah. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Waarom gaat hij zo langzaam? Raar. Oh, je hebt die a cappella op die beat gedaan. Ja. Wow. Slim shady. Hoe is die zeg maar? Yo. Maar besef hoe ik hem geplakt heb. Have you ever been hated or discriminated against? I have. Maar ik wil jouw verse horen. Demonstrated against. Picket sign. Mama. I never meant to hurt you. No. Make you cry, but tonight. I'm cleaning out my closet. Wow. Ja, check. Je moeder wordt gekwetst. En ze kan het niet vermijden, maar je wilt je voor een tegenover je mama. Mama.
Fuck dat, er zijn nog veel leukere. Oh, wat mooi. Maar besef dat jouw stem nog lichter was een tijdje. Ja, maar die heb ik ook nog ertussen staan, joh. Ik heb van alles een beetje tussen gekleurd. De volgende is dat Nesim en ik vrij boos op jou waren of zo, omdat jij heel de tijd... Frasie boepgesprek. Ja, omdat je op de wc was of zo en je heel de tijd niet eruit wil komen. Wij waren in de studio volgens mij al. Ja. En hij deed vet lang en toen belden we hem. Oké, herkenbaar. Hoe laat ben je gaan slapen? Oké, hoe laat ben je wakker geworden? Ja nou, je had fucking 4 uur de tijd om gewoon op tijd te zijn, douchen, eten en je kon naar hier komen. Dit ben ik, hè. Echt. Voor de tweede keer, woon jij bij mij of zo dat je weet dat ik tijd heb? Nee. Kijk, luister, wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu aan het poepen. Grap. Jongen, je zegt dat je nog fucking, dat hij om 59 komt, dat is nog 6 minuten. Veeg je fucking kont af, ga naar je bus rennen. Broer, even serieus, man. Heel Adam, we moeten nog fucking werken. We hebben beats nodig, man. Ik ben aan het monteren en shit, man. Oké. Dus, ren even naar je bus. Dan ben je hier tenminste op tijd, man. Wanneer was dit? 2013 of zo. Oh, je wilt dat we je komen ophalen? Net op de winkel. Je wilt dat we je komen ophalen? Nee, ik zeg, kom een uur later. Anders had ik wel gezegd, hallo. Nee. Oké, weet je wat? Om het goed te maken, ga je naar de Albertijn en ga je een beetje eten kopen. Hoezo niet? Juus, ik ga de bus pakken bij Gildo van Zelle. Moet ik helemaal naar Albertijn gaan lopen? Doe niet zo. En dan de bus aan pakken, dus en je komt te laat, en je komt te laat en je neemt geen eten en drinken mee. Inderdaad. Zo ben je. Zo ben ik. Zo'n broeder ben je. Broeder ben ik. Oké. Okay. Hey bro, ik vind het wel minder van je, man. Fuck you. Jullie hadden, maar dit kan ik me herinneren. Jullie hadden me eerst hiervoor nog eerst gek boos gemaakt. Ja, nog iets, ja. Nee, maar even serieus. Hij moet eten meenemen, of niet? Nee, maar dat is waar. We skippen de beats, we pakken Soundclick beats, man. Oké, we gaan wel van Soundclick beats pakken, man. Oké, doe je ding, man. Dat is cool, man. Maar, kom je een beetje op tijd, man. Ja, ik kom wanneer de bus komt. Nee, je komt wanneer ik zeg dat je komt. Maar dat was niet van mij, dat was jij. Nou. Dat zijn jouw scheten. Hey, laat ze scheten of zo, man. Je moet gaan poepen. Wee, joh, je hoort er helemaal gewoon een gekke dan. Oké, hoe is het met je vader? Hoe ziet hij eruit? Wat heeft hij aan? Is hij kaal? Ja. Wat heeft hij aan? Oké, laat me poepen, jongen. Kom op. Ja, maar blijf gewoon bellen bij mij terwijl je aan het poepen bent. Kanker op, man. G. G, bad boat. Oh, ik kan me dit echt goed herinneren. Jullie maakten mij... Mooi. Nog voor dit gesprek hadden jullie mij nog boos gekregen door mij de hele tijd te irriteren omdat ik aan het poepen was. Nou, op het uur gingen jullie me bellen, had ik door dat jullie mij aan het opnemen waren. Weet ik zo grappig vind, dat ik zeg maar al sinds vroeger er niet tegenkom dat mensen te laat kwamen. Ja, klopt. Ik heb dat nog steeds. Wat een mooi gesprek. De volgende, zeg maar, die is, is ook zeg maar een classic, niet voor de buitenwereld, maar voor onszelf. Hmm. Ik weet zeker, als je dit hoort... Is het een pokoe? Dit is een classic, dit is een beat, maar het is echt een classic. Oké. Okay. Maak plaats voor de vrees, man. Pomp op de beat, want ik blaas hem met Zeeland. Laat me de pompt alleen fietsen. We maken die hits, we maken die hits. Vraag het aan je zoes. Ik word helemaal para. Ja, mooi, man. Deze beats waren wel hard vroeger, man. Ja. Dat is mijn beat. Ja, dat weet ik. Oh, wat goed. Vreesman. Zo heet die beat. Ja, klopt. Maar dus alle namen wat hier staan is gewoon nog wat vroeger is geschreven. Je hebt het niet veranderd. Ik heb geen titels aangepast, niks. Hoe sick. Mooi, man. Het was zoals het er gewoon stond. Nee, dat is echt mooi. Oké, de volgende tune. Frazy Feet Lobo met mij. Met mij. Oh, deze weet ik. Dus zeg maar, wij hebben toen... wat wij vroeger heel vaak deden als we 2 man in de studio zaten. We gingen zeg maar vaak ook gewoon dingen die wij... Weet je, soms als je zeg maar iets aan het praten bent en je laat die opname door je doorlopen. Ja. Yeah. Dat lieten wij in de pokoe. Dat lieten we soms erin. En dan gingen we dat gebruiken omdat het grappig was. Juist. Maar spontane shit. Juist. En daar in de refrein hebben wij ook fragmenten gebruikt van het documentaire. Van Kanaal K of zo. Van verschillende van dingen. Van Utrecht en zo. Ja. Moet je maar eens luisteren. Is fucking grappig. Ben je aan het opnemen? Ja, hij staat. Oh shit, man. Ja, man. De
seks vergeten. Zou ik die shit opnieuw aanzetten? Nee hoor, nee, fuck dat joh. Druk gewoon op die knop. Nee, die kabel zit los. Wacht. Nee, druk gewoon op die knop joh. Die kabel zit los. Die knop. Oh. Nee, fuck die kabel. Yo, test. Yo, test. 1, 2, test. Yeah. Crazy, Lobo. Hallo. Yeah. Wat tegelijk. Hey, druk op die knop waar ik moet beginnen. Daar. Jij hebt money on your mind, ik heb money op mijn bank. Ik heb zoveel swag, man, ik weet niet waar het past. Want niet ik waar. Heb veel fans die me steeds bellen. Niet op waar! Goeie speakers, jullie blazen aan, ik bellen. Kom maar. Als je veel kerst, die rappers zijn weg, maar ze blijven ontkennen. Zoals ik al zei, je kan niet rollen met mij. Je krijgt mijn dikke lul als je wat fokken met mij. Niet waar! Ik ga ook mijn spitsvuur, ben drukker dan een spitsuur. Laat rappetjes me spacen dan een slokje van je likuur. Ik moet die langs verzinnen. Omdat je hypes kan pimpen. Die links-rechts effect. Geboren voor die shit. Dus geef de mic door, ga maar zitten, brada stil. Ik hoor die mensen zeggen van Frazy is onvergetelijk. Guess who's back, motherfucker, ik ben vrezelijk. Neem eens serieus. Ik neem niet serieus, maar ik ben wel de politie. Om te waarschuwen. Crazy brengt die echte shit. Het is tijd om te vechten, pik. Je kan daar geen normaal gesprek meer mee voeren. Komen ze met een hele groep voor mijn raam. Hoor je elke keer. Je kan niet fokken met mij. Crazy brengt die echte. Dat was een gek effect vroeger, hè? Tijd om te vechten, pik. Het is tijd om te battelen. Settel in de ring en ik battle je. Vraag om de loodjes een naam en ze kennen me. Kan ik een bitch en de kennen me. Kan ik je bekennen ze. Je chick wil me verkennen, dus dan moet ik er wel bij je, hè? Ben die freaky boy die wil chillen met je nichtje. Je zusje, je chick, nou whatever, lekker wippen. En als ik zeg wippen, bedoel ik in de speeltuin. Begrijp me niet verkeerd, hoor. Yeah, right. Skit aan je spierballen. Keizerlachen. Voor de warello die wil een vierballen. Maar genoeg over dat. Ik ben het zat, want uit die groepje meiden in de stad heb ik er minstens 5 gehad. Per dag, fuck, wacht even, ik wou weer op, man. Sorry. Dus waar ik je wil zeggen, fuck it, ik heb niks meer te vertellen. Dus dan ga ik weer verder, heel rustig, maar ik check je. En als je wat gaat zeggen, zeggen ze tegen haar, kankoer, hou je mond. Heel random, maar ja, dat was hem. Ja, dat is wel een pokoe, hoor. Dit is, wat is dit? 2008, 9? Dit, hier dit? Is die pokoe van jullie, man. Ik ben een klootzak. Op die Frazy man. Oh, shit. Oh, serieus. Oh, ja, man. Oh, we hebben hem gewoon. Juist. Oeh, dit is spannend. Dit is spannend. Oh, wat heb ik gezegd? Ik heb sowieso shit gezegd waar ik me voor ga schamen. Ja. Wij allemaal, bro. Is heel de beat, motherfucker. Maak plaats voor de Frazy man. Dit is ook wel een hele toffe dingen, om eerlijk te zijn. Is heel de beat, motherfucker. Dat was mijn tag, gewoon. Ik was de eerste Aerobie, hoor je? Ja. Eigenlijk moet je die tag weer gebruiken. Ja, man. Crazy op de beat, motherfucker. Het is echt een harde tag. Ja. Ik zweer het. Ik zweer, ik ga het gebruiken. Dit is een primeur. Jullie hebben het allemaal meegemaakt. Dat wordt mijn nieuwe tag. In ieder geval mijn tweede tag wordt ja, het. Ja, ik word weer gebeld door, maar het is onbekend. Crazy op de beat, motherfucker. Maak plaats voor de vreesman. Pomp op de beat, want ik blaas hem uit Zeeland. Blaas hem weer op en ik kom voor je speakers. Ga maar lekker zitten, want jij komt alleen fietsen. We maken de liedjes, we maken die troep. We brengen fucking hard, bij de vragen aan je zus. We komen voor de vloes en we komen voor de para. Meisjes blijven plakken, ik word helemaal para. Want ik blijf altijd zo dope. Hotter die bass pas blijf van de lolo. Wat zeg ik daar? Stil, schijt, ik maak no jokes. Ik ben de shit, elke fan wil met mij op de vol. Klik, klik, ja ze trekken. En niet alleen foto's, die checks die gaan verder. Dat vindt ze lekker, alles wat ik geef, ja die bitch wil het hebben. Wat je zegt over mij, dat boeit me niet. Wat je denkt over mij, dat boeit me niet. Wat je hebt over mij, dat boeit me niet. Boeit me niet. Ik ben een fucking klootzak. What? Ik ben een fucking klootzak. What? Ik ben een fucking klootzak. Wat ik doe, dus doe niet boos, schat. Wees eerlijk, jullie zijn down met mij. Ben je 1 seconde weg, is je vrouw van mij. En ik heb een fucking tag, ik ben lauw, jij bij. Dat niemand mij gauw vergeet. Je kent hem nou. Deze boy die komt weer eens kanker hard. Er is niemand in de game die zo rap met dat. Kom eens toe spelen, dan moet ik je snacken, man. Bam, para, bam, bam, gaat de beat kill. Kom, als je beats wilt. Ben een motherfucking man, dus ik schiet raak. Het is wat ik doe, maar een fout is wat ik niet maak. Geen fouten, we maken geen fouten. Ik wil alleen maar geen fouten, maar geen fouten. Geen fouten, we maken geen fouten. Dit is zo mooi. Geen fouten, we maken geen fouten.
Ik weet wel, mooi. Ik weet wel nog, deze pokoe vond ik wel altijd hard om op te treden. Ja, maar, deze ging gek op bij je shows. Ja, bij shows ging deze fucking hard. Jij deed altijd zo die zijkantsprongetje bij. Maar plaats ging je zo naar de zijkant springen. Echt? Ja, man, dat weet ik niet goed. Met die twee benen naast elkaar zo naar de zijkant. Ik denk zo, maak plaats. Ja. Oh, man. Ik heb gewoon kaak bij, man. Ja, dit is mooi. En we zijn nog niet eens halverwege. Dit is mooi. Dit is prachtig. Crazy beat. Dit was een beat random die Vraas getikt had. Dit is een beat van mij? Ja. Yeah. Oh ja, deze. Ik kan me dit niet herinneren. Dat zou er wel bij passen, ja. Oh, dit. Gek. Ja. Ja, dit is wel echt een beat van mij, van vroeger inderdaad. Ja, ik weet nog, vroeger maakte ik ook van die Dirty South beats. Ja, daar was hij een tijdje op. Ja. Ilkay, Lobo en Frazee, hoe ik doe. Juist. Is dat die vraag me niet, hoe ik het doe? Ja, juist. Is dat die? Wat het gaat van. Laat me je wel vertellen. Dus deze tune, deze beat hadden we dus gemaakt in mijn woonkamer op die oude PC van mij. Oh, dat was niet in de studio van Ilkay? Nee. De beat hadden we gemaakt eerst in mijn woonkamer. Ja. Juist. En mijn vader die was al gewoon checkies aan het roken en Albanese nieuws aan het kijken. En elke keer zei hij dat we zachter moesten doen. Ja. Maar toen we die beat hadden gemaakt, toen gingen we gelijk naar Ilkay toe om het op te nemen. Ja. Oh, wat een gouden tijden waren dat bij Ilkay thuis, jongen. Ja, was die heel studio. Mooi. Studio, echt mooi. Oké, we gaan er naar luisteren. Boy Lobo. Frazee, hey yo Ilkay, laat zo dan. Het is een ILKA Griekse R. En je kan niet komen tippen naar mij. Ja, zo naar Ilkay, man. Maar weet dat ik die beat klaar. En die rappers in de scene, die rappen al 10 jaar. Dit was zijn eerste tune, toch? Ze kunnen nog niks. Ik ben maar een paar maanden bezig en toch ben ik zo sick. Oh shit, die vindt me zo dik. En je chick is degene die in mijn kok stikt. Wat is? Kijk me niet boos aan, ik heb de motivatie, dus weet dat ik doorga. Je vindt me dope, baby, kom eens even bij. Domme zieke swag, willen chimies komen pijpen. Geile. Wat een geile tekst. Wat een geile Turk. Noem mij je big brada. Who the fuck is you guy? Vraag het aan je mama. Ik ben zo fresh en ik ben zo strak. Iedereen die praat, maar je weet what the fuck. Yeah. En ze komen met die vragen, maar grapje, dat kan je beter laten. Vraag me niet hoe ik het doe. 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 Want het gaat veel. En move je assen. Tijd voor de man die flow met klasse. Mensen komen vragen van ik wil je batsen. Maar de batsen. Nee, maar ik laat je niet mee eten. Bitch. Dus stop met dat gezeik en het gaat je niet om mij. Nee, je wilt alleen maar zijn. Maar ik ben niet aan mijn dacht. En al die rappers in de scene zijn een clown in een bak. Nerden, sims en lemkutvet. Ik kom je halen, want je wilt weten wie ik ben. Hier komt die classic stuk. Je moet weten dat de kallestijlen rappen kan. Rijmen de dagen, schijt in de hart en zijn verraden. Schrijven de wapens. Rijmen de dagen. Rijmen de dagen, zijn verhalen van hamers. Wat zeg je allemaal? Ja, rijmen de dagen. Ik zeg dus. Die dubbelrijm shit was helemaal. In de mode toen. Je weet dat, dat was echt het ding. Dus ik zeg: rijmende dagen, scheidende haters, zeik op verraders, schrijvende wapens, wijven gaan plagen, op lijpere dagen, psycho verhalen over bijlen en hamers. Zeker en bezet, bij elke optreden, zeg maar, dat ook op die stuk, zeg maar, je hoorde altijd mensen. Ja, heel die publiek, zeg maar. Hij doet gek! Maar niemand wist wat ik zei. Hij doet gek! Oh, wow, schijn me de haar, dat is bij me de maand. Wat mooi. Mijn first komt hierna. Ja, toch? Oh, die jouw first. Die eerste twee bars van jouw first zijn legendary. Yeah, en ze komen met die vragen, maar grapje, dat kan je beter laten. Vraag me niet hoe ik het doe. Vraag me niet hoe ik het doe. Vraag me niet hoe ik het doe. Want het gaat vanzelf. Ze zei de rapper geeft je money, rapper geeft je cash. Maar nog steeds ben ik scared, ik ben kankerhard geflashed. Maar toch blaas ik de beat op. Ik was zo eerlijk. Real talk, real talk. Shit, dikke beats door je kutkop.
Hey, ze willen mijn nakken, willen mijn dissen, maar kunnen niet tippen. Deze hey, chef geen echo hey. Rapper, die kan tippen, bitch. En fok die aanhangers, spot die straatratten. Die strekken op de grond door een paar klappen. Oh. Ze roepen roekoe, stelletje duiven. Zie mij als een adelaar, niet te bereiken. Doop op de beat, ja je ziet ze al kijken. Ik heb goedkope lijns, maar mijn beats hebben prijzen. Ik ben zo eerlijk, ik heb goedkope lijns. Beats naar de doopste tracks. Dus beter test je niet, want ik show direct. Deze op de kaart, staat een alles van zo op zijn plek. Op de gekke LSD-effect. Ja, ja bro. Opeens. Ja, dat was ook die LSD-tijd toch? Prachtig. Oh, wow. Ja, gek, man. Ja, man. Dat is een mooie. Maar ik zeg eerlijk, deze deed hem altijd goed bij optredens. Ja, ja die beat die pompt ook ja. Lekker, toch? Hele harde bas. Nou. Ja, prima. Doe maar rustig, jongens. Voor 2003. Ja. Goed. De volgende is een... Hè? Dit is bij mij thuis. Ja, ja wow. Hè? Waarom deed ik dat? Dat was volgens mij zijn J-tijd, man. Gekke Illuminati-logo's. kijk die Marlboro-pack ook daar op tafel. Ja, het leven was Het anders. Is wel echt een buitenlanders woonkamer-setting. Ja, 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 zeker. Ik weet ook niet hoe ik er aankom. Ik zag hem gisteren op mijn harde schijf en ik dacht van ja, man. Dit is wel mooi. Echt mooi. Ja, ik maar, die zware jongens-logo. Juist, maar besef dat zeg maar ook jij de camera echt hebt neergezet om deze foto te maken. Ja, man. Ja, toch? Ja, trouwens, want in principe heb ik het dan met die timer gedaan. Dus heb ik gewoon die tijd. Ik kan me dit niet herinneren in ieder geval. Je hebt gewoon echt 10 seconden gewacht. Ja. Voor ik deze, zat echt zo. Voor deze foto. Het bloed ging naar mijn hoofd, alles. Echt mooi. Oké, volgende. Wat, waarom ga ik naar daar? Dit is een... Dit is die legendary la la la. Oh ja, Russisch, hè? Jij was kapot blij met deze... Ja, man. Welke taal is dit? Russisch. Wat zegt ze allemaal? Ja, al mijn vrienden zingen gezamenlijk. La, 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 la. Ja, gewoon een beetje feest. Ja. Op mijn stem op de achtergrond. Oké. Oké. Die vissen gaat beginnen. Dat was het eigenlijk, man. Er komt niks bijzonders daar verder in, maar dat was wel even eentje die... Lijp. Heel vaak. De volgende tune die juist, ik zie staan, wat diepzinnig. Wat ik bij deze kan zeggen... Ik kan me dit nog zo goed herinneren. Zeg maar, ik had hier dus ontdekt dat je effecten in een liedje kon doen. Dus je hebt er vol gebruik van gemaakt. Die intro... Luister maar, ik ga niks meer zeggen. Is zo mooi, als je weet als hij dit zegt van... Hier heb ik ontdekt dan heeft dat hij dit kon. Jij hebt oh, vol. Ja. Nee. Ik lieg. Luister. Ik heb hier ontdekt van die effecten, maar wat nog hier zeg maar echt het beginpunt was van die dubbelrijms. Oh. Hier zeg maar had ik dus gegrepen het slaat echt nergens op. Juist. Oké. Oké, ik ben echt benieuwd. Gewoon random, hè? Is toch op die beat van Soul Survivor? Juist. Ja, jij bent scherp. Ergens in Zeeland. Heel ver in Zeeland. De grens van Zeilzaten. Oh, wow. Free. Deze beat, jongen. Oh, man. Die tune was niet, man. Oh, Dina Ralira. Diepzinnige shit. Diepzinnige spirit. Jouw gezicht. Ik denk vaak diep na, voordat ik me liet gaan. Voordat ik het liet maak, alsof je me ziet staan. Ik ben goed op komst, als een spoedige vloed. Gooi je toek, maar je krijgt een vloek. Als je goed voor collectieve bijdrage, effectieve rijdagen. Ik laat mijn rijm raken, ze checken mijn rijm. Collectieve bijdrage, collectieve, effectieve. Alles kan transformeren, vriendinnen. Als je maar hoop hebt en een doel in de toekomst. Als je maar doop denkt en voelt dat het goed komt. Ik laat niet over me lopen. Ik geef jullie alwering op inkomsten hopen. Net als studiefinanciering. De feit van deze trek kunnen niet doper of lijpen worden. De flow staat hard zo hoog. Net als Michael Jordan prioriteit. Maar ga eens terug naar die collectieve effectieve rijmdagen zin. Die is wel mooi, man. Bijdragen. Ja, daar, ja. Als een spoedige vloed golf, je doet tof, maar je krijgt een dure woorden, als je goed voor collectieve bijdrage, effectieve rijmdagen. Ik heb mijn rijmdagen. Collectieve bijdrage, effectieve rijmdagen. Zeg maar. Ja. En je bijdrage is collectief. Ja. En je rijmdagen zijn effectief. Juist. Ja. Op zich slaat het wel ergens op. Ja. Juist. Maar het is gewoon mooi dat je het gebruikt. Juist. Het lijkt alsof je zeg maar heel graag je paspoort wou. Je wou gewoon laten zien, ik kan goed Nederlands. Ja. Weet je wat het is? Destijds
Als je zeg maar echt dure woorden gebruikte, was dat ook wel... Dan was je lyricaal. Ik zie al wat er hierna komt. Ik ga al stuk. Eenzame meid. Laat mij deze. Ik stel mezelf wel echt bloot, zeg maar. Ja, dat vind ik mooi. Als ik dit laat horen, maar goed. Maar dit is zo leuk. Luister. Wat is de volgende? Ik ga het je uitleggen. Dus je had een meisje in je klas, toch? Juist. En het ging gewoon niet zo goed met haar. Hoe heette ze? Ik het goed herinner, was dat Renske. Renske. Okay, SO naar Renske. Als ik het me goed herinner, dat was brugklasse, bro. Daar praat ik over koude lang geleden. Volgens mij was dat de meisje die zo heette. Oké. Okay. Nou, waarschijnlijk ging het gewoon even niet goed. En, Je had een relatie met haar? Nee. Oh. Het was gewoon een klasgenootje. Vond je het leuk? Nee, ook niet. Maar je wou gewoon over ik was een hele lieve jongen gewoon. Dat was, man. Ja, goed. Ze ging dus door een moeilijke tijd. Maar dat is natuurlijk niet grappig. Maar het grappige is het liedje die hij daarvoor maakte, zeg maar. En wat ik ook zeg daar. Jij hebt een liedje gemaakt over een chick die in een moeilijke tijd zit. Juist. Zij dus. Juist. Ja. Oké, duidelijk. Ja. Dat was dus 2000... vijf of zo, denk ik. Vier, zoiets. Bro. Maar zeg maar, dit was ook die one-taker pokoe. Yeah. Zeg maar dat ik niet wist dat je op pauze kon drukken. De pokoe is gewoon grappig, maar zullen we hem gewoon opdoen? Ja, graag. Ah, ja, dit is echt fijn, man. Hoor die ruis. Eenzame mensen. R. Kelly beat. Juist. Luister eenzame mens, je bent maar een persoon, het is raar. Als je je eigen niet gelooft te kennen is een meisje. Ze zat vroeger in mijn klas, ze herinner me eigen. Hoe vrolijk ze was, kijk er nou eens zo eenzaam en alleen. Niemand kon haar helpen, echt niemand deed. Ik wou dat ik haar van de pijn zou kunnen verlossen. Dat ze gelukkig was, we zouden erom tossen. Zo'n prachtig meisje, wat diep van binnen verdriet. Ze verdrinken in de tranen, zonder dat je het ziet. Maar met je moet geloven in je eigen. En proberen alles te kunnen bereiken. Dit is opgedragen aan jou, wees niet eenzaam. Ik weet, soms ben je van iedereen bang. Maar doe lekker mee met iedereen, meid. Je bent gezakt door je vrienden, is een grote feit. Heb je soms van die dagen dat je eenzaam voelt? Zo erg was het. Ik wou zeggen, je bent genakt door je vrienden. Maar ik zeg gewoon, je bent gezakt door je vrienden. En ik liet het erin dat ik geen zin had om opnieuw te beginnen. Besef. Lekker mee met iedereen, meid. Je bent gezakt door je vrienden, is een grote feit. Heb je soms van die dagen dat je eenzaam voelt? En niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Maar luister eens, een mens voelt die van binnen. Ga met andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Heb je soms van die dagen dat je eenzaam voelt? En niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Ga met andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Je bent als alleen in een donkere stille kamer. Dat is eenzaamheid, dat voelt zeker raar. Je denkt bij je eigen, waarom moet het nu? Ze wordt behandeld niet al te rustig, maar u. Ze wil vrijheid in haar eenzame leven kunnen krijgen. Dat ze vrienden krijgt en niet eens hoeft te lijden. Het is een meisje engel uit de hemel. Kom, dat ze voor altijd is gezegend. Waarom is je leven eigenlijk zo verrot? Misschien is je rot of geloof je niet te God? Maar meid, ik wou het eigenlijk niet zo bedenken. Graag zou ik jou het beste leven schenken. Maar je voelt licht van binnen en verandert het nooit. Je bent verdrietig en ik denk zelf veranderen ooit. Dus voor jou heb ik de grootste hoop, ja echt. Zet er klaar voor. Op een normale leven met de recht. Heb je soms van die dagen dat je eenzaam voelt? En niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Maar luister eens, een mens voelt die van binnen. Ga met andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Heb je soms van die dagen dat je je eenzaam voelt? Maar niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Maar luister eens, een mens voelt die van binnen. Ga met andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Maar je denkt vast wel bij jij, wat kan ik nog doen? Eenzaamheid verwijderen, maken van roem. Zodat je bekend wordt voor de mens. Genoeg vrienden krijgen, vervulling in al je wensen. Maar shit, ik word zo boos omdat je bijna heel je jeugd een slecht leven had. Er zijn andere aardige mensen die er voor je zijn. Je wil oneenzaam blijven, in wie verlost de pijn. Je kan wat pijn verlossen door dingen te gaan beleven. In je leven geven, maar het ook zeker nemen. Je moet loze eenzaamheid uit je gedachten. Ik wist al dat je naar liefde smakte. Maar liefde eenzaamheid. Je had echt dorst in je naam, man. Je bedoelde bijna eerst net van de reclame. Echte liefde is moeilijk te verbreken. Maar soms heb je het gevoel dat je mensen wil wreken. Heb je soms van die dagen dat je eenzaam voelt. En niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Maar luister eens aan mij, voel die van binnen. Gaan in andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Heb je van die dagen dat je je eenzaam voelt. En niemand op de wereld begrijpt wat je bedoelt. Maar luister eens aan mij, voel die van binnen. Ga met andere mensen om, probeer je angst te overwinnen. Binnen. Zo. Die afstand van die mic toch, zo deed ik mijn echo's. Binnen. Ah, mooi. Keihard. Hey man, ja. Dit... Oh.
Dit is zo prachtig. Ja, dit is zo mooi. Ja, die Oh, mijn kaken doen pijn, man. Die hou maar op, dat is gewoon een diss track, dat is niet zo bijzonder. Heb je soms wat die dacht? Maar die daarna, bro. Zo mooi. Dus weet toen je, wacht even, ik wil nog even over die eenzame meid. Ja, die eenzame meid, zeg maar. Als ik het hoor, zeg maar, ik zie jou daar ook gewoon in die studio bezig. Ja. Met, zeg maar, je hebt stress van, ik moet het goed doen, want... Het is de slaapkamer. Er is maar één kant, soort van. Ja. Je wilt het in één keer goed doen. Ja. Oh, en dan stel je voor, je bent al bij, ik weet precies hoe het voelt, maar je bent al bij die laatste refrein en ik kan het echt niet opfokken nu, man. Ja, ja. Ik moet. Daarom, en als je soms daaraan denkt, ga je juist opfokken. Maar volgens mij, dat was zeg maar de zoveelste take, dus daarom dat ik die gezakt zo ook erin liet, snap je? Ik had er gewoon geen zin meer in. Maar wat vond zij ervan? Heb je het ooit aan haar laten horen? Ja, ik herinner mij echt, zeg maar, dat ook gewoon mensen in de klas zeiden van, ja man, echt respect en zo, weet je wel. Ik werd niet eens uit, misschien achter mijn rug werd ik wel uitgelachen, maar tegen mij zeiden ze altijd wel van, ja man, echt. En mijn moeder, ik weet nog, die heeft al jarenlang over deze spoken gepraat. Ja, ze vond echt mooi, mijn zoon. Farid, liedje gemaakt voor een meisje met probleem thuis. Echt mooi. Weet je wel? Met probleem thuis. Snap je, ze was echt trots. Echt nou, mooi. Nou Renske, we hopen dat het goed met je gaat nu. Ja, zeker. Mag wel hopen na 15 jaar, godverdomme. Goed, deze man. Maak het heet. Bro. Oh, yeah. Ook op een beat van R. Kelly. Ja, is het ook een R. Kelly beat? Ja. Wil je hem introduceren of gaan we gewoon luisteren? Dit was Lobo van 2004 met Maak het heet. Ik dacht... Ja, toch mooi. Ik dacht ik moet de club zetten. Oh shit, club ook al. Ja bro. Oh mijn god. Ja, je kent deze. Ik ken deze. Daarom heet hij ook Maak het heet. Burn it up. Yeah. Ik was woel doen. Maak het heet. Maak het heet. That's right. Maak het heet. En zeg alsjeblieft gauw hoe je heet. Met zeg je naam. We bij ons op de beat en laat je helemaal gaan. Ah, dit is zo mooi. Dit moet je gewoon een keer draaien op een je show van jullie. Ik zweer het. Hoor deze, hoor deze. Maak het heet, schatje. Eind. Ja toch, je moet. Wow. Met je blijft en je maakt het heet. Ik hou het warm wat je beweegt te vreet. Je danst met je exotische figuur. De perfecte model met een perfecte postuur. Je bent zo... Beperkte postuur. Eén keer een contact en ik voel de verleiding. Je beweegt op de beat. Als een dansmachine, ik meen het, jouw lichaam moet je echt verdienen. Ik kwam met je bouncen, je ging lekker los. Alle mannen keken om, je bezorgde de chaos. Je hebt de uitstraling voor de cijfer 10. Meidje, ben echt lekker en dan ook nog clean. Ik stond de heilige voor je. Clean? Je bent lekker en ook dan clean. Ik kwam met je bouncen, je vond het goed. Ik danste met je, iedereen was jaloers op deze dude. Maak het heet en zeg alsjeblieft gauw hoe je heet. Met zeg je naam, bij ons op de beat en laat je helemaal gaan. Maak het heet en zeg alsjeblieft gauw hoe je heet. Met zeg je naam, zeg je naam. Zeg je naam. Er kwamen steeds nummers, reggaeton. Met jou en Mark, dat was gewoon de bom. De disco was gesloten, ik nam je mee naar mijn suite. Disco. Ik keer als een damn freak. Ik vond het lekker gaan, tussen ons twee. Het was een droom, zoals het echt dan leek. Je deed veel, net als met Jane in de jungle. Ik zei oeh, liet alles vallen als dat fucking klungel. Ik wou je lekker smooth verwennen. Ik ben je trap en een beest die je niet meer kan temmen. Je kon die avond niet van me afblijven. Van de waterkant laat zullen we samen drijven. Ik val voor jou en ik doe echt alles. Jij in je pyjama en dan nog steeds het lekker stil. Jij in je pyjama. Jij in je pyjama. Maak het heet. Maak het heet, dames en heren. Wow. Hey, en mensen moeten ook even beseffen, ik woonde hier misschien... Zeg 4 jaar in Nederland pas, hè? Hey, sterk, man. Echt sterk. 4, 5 jaar. Je kwam al met woorden met beperkte postuur. Ja, man. Ik weet niet dus wat jij in gedachten had. Soms wist ik ook niet wat ik zei, snap je? Je gebruikte gewoon woorden. Ja, kijk, even tussendoor, zeg maar. Wat dus fucked up was op dat moment, zeg maar in die periode ook. Ik heb een keertje iets meegemaakt, zeg maar. Kijk, is echt fucked up, man. Dat was een meisje, ik weet niet meer wie het precies, maar een meisje uit onze als hij zegt, was echt fucked up, dan... Zeg maar, was een meisje die was blijkbaar ooit, zeg maar... misbruikt vroeger, maar in het verleden. Dat is heel erg. Maar ik was nog maar net in Nederland, dus ik kende niet alle woorden. Ja. Dus jongen uit mijn buurt, zo'n Nederlands jongen, hij zegt, hey, weet je wat je tegen haar moet zeggen? Je moet tegen haar zeggen, verkracht.
Nee. Ja, dus ik zeg tegen hem van, wat betekent dat? Hij zegt gewoon dat je sterk bent. Wow. Dus ik dacht, kracht. Weet ja, je wel? Dus ik zeg dat tegen haar. Zeg ik bro, opeens zei kijk maar aan, ze begint volbak te huilen en ze rent weg. Oh. 2 minuten later komt die vader met zo'n ketting achter ons aangerend. Nee. Dus ja bro, snap je, mensen deden zulke shit bij mij. Dus ik ken jij kende woorden gewoon niet. Ik kende de woorden, maar ik wist niet altijd wat het betekende, wow. Snap je? Dus en mensen maakten daar gewoon misbruik van. Ja, toch, ik dacht kracht, snap je? Jesus. Ik dacht bij mezelf kracht. En de jongen zegt tegen mij, was een Nederlands jongen, hij zegt dat tegen haar. Hij heeft geen ziel, man. Ja, hij zegt dat betekent dat je sterk bent. Hij stemt sowieso PVV nu. Je had veel van zulke mensen vroeger, man. Tering. Ja, bro. Ik ben wel echt scheid. Eerlijk is eerlijk, man. Maar ja, met alle respect, laten we eerlijk zijn. Ja. Als wij iemand tegenkomen uit een ander land of wat dan ook, en we willen hun iets leren uit onze taal, dan gaan ja, wij ook grapjes maken. Als diegene zegt van, hoe zeg je... Zeg Sikerim tegen je vader, zeg eens. Zeg eens. Ja, klopt. Inderdaad. Lijp. Nou goed, we gaan de volgende. Nu is ja, het aan. Kijk, ja, het is... ja, zitten ook wat... Even kijken. Ja, die nieuwe is het aan. Die is sowieso wel echt eentje die iedereen wel... Dit was ook eentje die bij optredens hard ging. Beetje brek en boos, ja. Hoe noem je dat? Deze ga je sowieso herkennen. Even, ik ben benieuwd. Oh ja, deze. Oh ja. Bro, die deed je nog op shows, ik weet man. Nog de eerste keer toen je mij deze liet horen op deze je MV. Jij was zo trots op deze. Ja. Jij was zo blij. Jij zei tegen mij, hoor die beat. Ja, ik dacht, luister. Dit is echt mijn tune, ja, dacht ik. Van die het hem gaat doen, dacht ik. Na, 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 maar hier had ik wel de baard in mijn keel. Dat dachten we ook bij elke tune. Hè, van ja, dit wordt de hit. Ja, dit man. Moet een hit worden. Dit wordt mijn tune. Ja. Deze ken ik nog. Heel veel rappers hadden op deze beat een track vroeger. Ja joh. Noisy zelfs ook. Ja, klopt. Ik doe mijn ding en het is aan. Nu is het tijd om los te gaan. Op te staan en flex te chillen. Schrijf van de kant, BBS is binnen. BBS, dit deden we op je shows, jongen. Dat was die BBS anthem. Ja, de refreintjes genoeg, man. Schrijf van de kant, BBS is binnen. Wow. Bloedbro systeem. Ja, dat was die. Dit was Buurt Representings. Ja. Dit is ook leuk. Sauce City. Sauce City. Een Detroit City. Ken je die volgende? Ja. Sauce City, Lobo Represent. Want je weet, represent als agent. Altijd blijven onze tracks bekend. Want je weet, represent als city. Girl, je weet, represent als city. Want je weet, represent als agent. Dat is vergeten. Altijd blijven onze tracks bekend. Want je weet, represent als city. Ja, wauw. Die volgende bro, ik dacht oké, ik ga proberen het Engels te spitten. Ja toch? Want Nederlands lukt niet. Ja. Ik dacht, ik ga proberen Engels. En toen kwam de pokoe Why Girl. Ja, man. Hmm. Okay. Ik ben benieuwd. Volgens mij ken ik deze. I don't know why I like it. Ja, effecten. Ik wil proberen. Ik dacht, mensen gaan denken dat het echt featuring is. But why, girl, did you give me so much pain? Standing outside in the cold and the rain, thinking about you really the whole day. Begging you, girl, that you would stay. But don't leave me, please stay with me. And I love you so much and I mean it really. But you are the one for me and nobody else. Nobody knows how much pain I felt. But girl, I mean it and I can't lie. You are so beautiful like the sunshine. When you speak to me, the lungs, the taal dat ik spreek. Toen kon ik niks meer verzinnen, ging verder in Nederlands opeens. Maar als je betekende voor mij. Maar ik durf te weten dat zeg maar, jouw moeder is zo gangster dat ze waarschijnlijk tegen jou gewoon over deze pokoe zei van dat hij echt hard is. Mijn moeder voor elke pokoe hard, bro. Mijn moeder voor elke pokoe van mij hard. Ze was gewoon puur trots dat, dat je bezig dat was. Dat wij van AZC opeens, ik was rapper. Ze dachten, dat is allemaal goed. Ja, deze is niet zo bijzonder. Die daarna, die is classic, man. Oh, dit is mijn allereerste nummer. Dit is jouw allereerste nee, pokoe ooit. Ja. Dit is mijn allereerste nummer ooit, man. Oké, okay, dat vind ik wel spannend. Ik was bijna 14. Ik denk dat ik de maand daarop 14 zou worden. Juist. Ja, dat is ook wat. Doe eens even pauze, wacht even. Justin had altijd drie... intro. Ja, wacht even. Justin had altijd één ding, zeg maar, waar nee, hij altijd aan kwam. Twee. Ja, die... Ja. Oeh, die. Maar die... Oh, oh, oh. Die deed dat, hij ook oh, altijd. Oh, oh, ja, die oh, ook. Oh, ja, die ook. Ja, precies. Altijd, zeg maar, altijd zijn dingen. Maar...
Wat ook zo is, zeg maar. Wij waren altijd zo slecht in refreintjes verzinnen. Ja. En Justin was de enige die soort van kon zingen. Ja. En we hadden hem altijd nodig als wij een zang wilden op een tune. Dus dat is wel mooi eigenlijk. Hij was die guy altijd. Tot dat autotune uitkwam. Want ik weet nog, die eerste, jammer heb ik die niet. Die eerste ja, toen, toen was Justin werkloos. Mooi. Die hey, hey. Hey. Oh my god. Die zat volgens mij gewoon op YouTube. Kan. Voor de effect. Lazy Rex. Lazy, lazy. Maak kennis met mijn wereld, toe het er aan toe. Klinkt gaan beter. Mijn gevoelens door elkaar is wat me zo moe maakt. Ik kan me trots omhoog, maar hard is praten wat. Maar nu bid ik elke avond voor het slapen. Ja, dat was die schema toch? Maar jij hebt al veel van mij. Je moet dus spoelen naar frases, je pussy, man. Oké, maar wacht. Mag ik hier dan ook even... Nee, wacht. Dat wil ik dus ook even... Dus ik kon heel slecht Nederlands, blijkbaar. Ja. Daar kwam ik later achter. Dat ik, hè, was ik zo slecht in Nederlands? Ja. Maar ja, dat is normaal eigenlijk, omdat ik... Asielzoeker was. Asielzoeker? Ja, ik was toen niet meer asielzoeker, maar... Jij was echt heel lang geen asielzoeker toen. Hoe kun je zo slecht Nederlands gepraat hebben? Ik was het lang wel. Ja, bro, om heel eerlijk te zijn, komt dat wel, denk ik, door oh, ik had in die periode ook helemaal geen Nederlandse vrienden. Of ik ging niet echt om met Nederlandse mensen. En ja, ik was alleen maar met buitenlanders. En elke buitenlander die praatte op dat moment zo... Gewoon gebroken. Gebroken gewoon. En thuis praat je ook helemaal nul Nederlands. Ja, precies. Misschien alleen met je broer of zo. Ja, af en toe. Maar je weet toch niet waar onze ouders bij zijn of zo. Juist. Het was gewoon vooral... weinig Nederlands, maar je woonde ook daar toch al 14 jaar in Nederland of zo, joh? Nee, joh, gek. Ik was niet toen 13. Ik denk dat ik toen... 3 jaartjes ex-AZC'er was. Zoiets. 13 was. Ik weet nog in die periode, jouw broer kwam altijd naar mij op school. Hij zegt, hey, doe beatboxen. Hij vond het, klopt. Hij vond het altijd moeilijk om beatboxen. Beatboxte ook vroeger. Beatboxen. Dat begon ik, dat deed ik zelfs voordat ik rapte. Ja, man. Maar laten we gaan. Oké, okay, jovers. Ja. Nee, dat is te ver. Dat is te ver. Dat is te ver, terug. Terug, 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 terug. Nog. Terug, terug, terug. Oh, dat is... Ja, juist. Oké, okay, maar ik... wist dus ook op een duur wat dubbelrijms waren. Opeens verneukt. Ja. Weet je nog bij optredens? Als we schaamden, deden we verkreukt. Als onze ouders zeg maar stonden te kijken bij optredens, deden we verkreukt. Verkreukt. Wow. Doe je het goed of heb je het al lang verneukt? Kijk, het is een vaag beeld, want ik sta stil. En ik wil de nacht kunnen slapen zonder slaappil. Probleem maar aan mijn beeld. Shit, ik haat dit. Wil van alles stoppen, maar shit, niks is gratis. Ik worstel met mijn eigen gedachten. Ik hossel niet, nee, maar ik blijf gedachten. En hoe het was zit, nu denk ik shit, fuck it. Het leven is hard, bitch, dus denk niet dat het gemak is. Er is de vloek op me, en het volgt me steeds. Mijn leven is leeg, net als mijn portemonnee. Nu is het triest. Zijn hier veel tracks dat je skier was, hè? Depressief, ja, man. Ja, broer, dat was de waarheid. Keihard. Steek vaak, maar mijn grootste geheimen zijn de dagen die ik meemaak. Kortom, het is vreemd, de leven die ik hard leef. De leven die ik hard leef. De leven. Ja, broer, ik was voor Sef, hè. Yeah. Alleen ik deed spit niet expres. Spit lees je ook hier? Ja, zeker. Ja, man. Echt? Ja, op het einde. Ik doe het met de basisschool, maar ik zit in het derde. Verder. Dat ben ik. Oh, je hebt gewoon twee versen gegeven. Ja, nee, nu kom lezen. Nu kom. Ik claim het zomaar. Als goed is, komt het refrein nog één keer. Alleen maar los, steeds aan beats te werken. Dat maakte me sterker, maar ik werd ook verzwakt. Qua cijfers zette ik niet eens een kleine stap. Hij was wel maar wat beter ofzo. Voor overname, ik werd steeds happiger met name kills te blamen. Bang om de wat? Dat heb ik ook niet. Happiger met name kip te blamen. Dat ik opnieuw moest beginnen. Dus ik begon met mijn trouwe delegatie. Zijn trouwe delegatie. Maar hij zegt ook delegatie. Het is toch delegatie? Volgens mij zegt hij delegatie. Nee. Nee, doe eens terug. Maar ik heb plannen voor overname. Ik werd steeds happiger, met name kills te blamen. Bang om te falen, daarom ging ik een flow verzinnen. Diep van binnen wist ik dat ik opnieuw moest beginnen. Dus ik begon met mijn trouwe delegatie. Zegt hij delegatie? Twijfel. Goed, in ieder geval, de trouwe delegatie waren gewoon Bas en Michiel. Je weet dat. 3MB. 3MB. Wow. Oké, de volgende. Maar Lazy was wel, zeg maar...
Hij was ver, man. Hij was 15 in die tijd, man. Hij was echt... Doet hij nu nog wat? Het was niet zijn beat, maar hij maakte betere beats dan dit in die tijd. Ja, man. Je weet Hij nu nog wat? Weet je dat? Ja. Wie is hij? Ja. Ik denk dat hij nog wel een beetje dit, in, die house, in die deep house ding... nee, hij werkt nu bij Human Resources. In ieder geval de laatste keer Ik denk dat hij ook wel echt eentje is die... heel ver had kunnen komen als hij als misschien echt... We hebben het er soms nog steeds over, man. Hij had internationaal echt veel dingen kunnen doen als hij dezelfde drive had als ons. Ja. Of misschien dezelfde mentaliteit. Ik denk die wel, had hij niet. Kijk, ik wil natuurlijk niet over andere dingen praten, want ik weet niet wat voor situaties zitten. Maar het is meer van, ik denk niet dat hij de mensen om zich heen had die misschien geloofden in... Dat er überhaupt beroep in was. Ja. Dat er, ja, maar er zijn dingen waar zijn vader is een makelaar. Allemaal eerder zijn gestudeerde mensen. Denk van, wat wil je muziek gaan maken? Ja, ga alsjeblieft naar school. Ga naar hogeschool alsjeblieft. Misschien had hij ook andere druk of zo, weet je. Daarom, dus ja. Hij had wel talent. Dat is ja, zeker. Mega talent. Had gekke bro, talent. Op dat moment was hij echt wel een van de beste producers van Nederland. Ja, bro. Zonder dat mensen het gewoon wisten. Toen hij de eerste... Ik heet nog Ozone Beats? Van Soundclick, Ozone Beats. Ja, tuurlijk. Ik gebruik vaak Ozone Beats. Ik had nog gestuurd, ik wil zoiets. Hij zei, psh. Hij kwam met iets gekkers terug. Ja. Hij was echt op niveau. Je wist ook als je hem iets opstuurde, dat hij gewoon iets lijpste van maakte. Ja, ik vind het alleen, ja, je weet toch. Met Lazy heb ik dat gevoel van, als hij mij morgen zou checken, dan zou ik gewoon zeggen van, let's go man. Je weet toch. Omdat maar wel ik als hij een drive heeft. Juist. Omdat ik, weet, omdat ik weet van zijn talent. Hij is echt fucking, en dat verleer hij niet. Je weet toch. Nee, klopt. Maar ik wacht gewoon op die belletje als het over 10 jaar komt, over 20 jaar. Lazy, als je dit ziet. Als je dit ziet, deur staat altijd open. Gap. Werken, pik. Laat me even een fucking grote producer maken, man. Oh, de. Hij maakt jou. Ik maak jou. Nee. Goed. De volgende, bla bla bla. Ja, dat is ook vingerlikkende bitches. Dit is mijn schema. Ja. Die van mij is die gewoon zo. Die hittende, spittende, flippende, hippende. Zit ik op de eerste of op de tweede? Ja, is die, hè. Hopen dat deze track stopt. Wat? Mensen, ik hoor mensen te veel praten. Bla, bla, bla. Bla, bla. Hopen dat deze track het stopt. Ik hoor van jou steeds bitch gepraat. Weet je wat ik dat deed? Dat Campy dat ook wel eens deed. Yeah. Dacht ik, dat is vet. Ik hoor van jou steeds bitch gepraat. Het is de Lobo, ik kom met die zieke rij. Met de FRA-set naar de Griekse ei. Ik kom van zieke lijn en ik sta paraat. Ook al hoor ik alleen maar bla 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 bla. Haters maken de drama, maar ik bedank ze maar. Want voor een mix steeds aan de rest van mijn klanten klaar. Je haat maatje, met je fucking neppe G-praatjes. Je moet de body gaan om je af via drie klaar. Spoel eens door naar frases. Dit was wederom in de tijd dat ik dubbel rijms. Ja, dat was het. Ik zie je over mijn klik en klak. Ik hoor je taffen, taffen. Ja, dat is een stukje bij optreden, hè. Die bitches kunnen niks, bla 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 bla. Beetje praat, maar je weet niet hoe ik in elkaar zit. Samen met de low zal ik naar de fucking top stijgen. Als je fok lijpt, ik zul je woorden door je kop krijgen. En het klopt schijnt. Zal woorden door je kop. Ik had kogels. Hij zegt, ja, maar bro, je schiet niet. Ja. Doe woorden. Hoor, nee, doe terug. Ik spit niet als ze beginnen, want als ik begin te spitten, verhit ik de optimisme van vingerlikkende bitches. Dus klikkende pimpjes kunnen hun bitches verklikken en likken. Aan beelden likken ze pikken. Snap je? En het is waar, we brengen in de dag. Optimistische bitches die vingers willen likken. Verhit ik de optimisme van vingerlikkende bitches. Ja. Wauw. Ik wou dus ook dure woorden gebruiken. Ik had zeg maar hetzelfde syndroom als hem. Ik wilde dure woorden gebruiken. Ja, ik wilde dure woorden gebruiken om intelligent over te komen. En ik wilde dubbelrijms gebruiken. En een dus gekke zei flow. Ik, verhit ik de optimisme van vingerlikkende bitches. Verhit ik? De optimisme van vingerlikkende bitches. Wat is dat even mean? Ik probeer hem te snappen, maar... Niemand weet. Laat even in de comments weten als jullie weten wat het betekent. Ik ben zo benieuwd. Het verhitten... Van de optimisme van vingerlikkende bitches. Ja, van bitches die vingers likken. Daarvan verhit ik de optimisme. Hè?
Wauw. Luister, diep. Kijk, diep, man. Dus, nou, ik heb het al uitgelegd. Dus in principe, je hebt een bitch, toch? Ja, toch? Ja. Maar ze likt vingers, dus het is een vingerlikkende bitch. Wacht even. Oké. Okay. Wacht even. Maar ze likt vingers. Maar het is een vingerlikkende bitch. Ja, toch? Maar ik denk van, hey, dat kan wel optimistisch zijn. Je weet toch? Misschien vindt ze het niet leuk. Ze is een beetje pessimistisch. Je weet toch? Ze denken van, hey, ik verhit. Dus in andere woorden, ik verhit jouw optimisme om... Als een betere vingers te gaan likken. Ja, toch? Zie. Dus dan verhit ik de optimisme van vingerlikkende bitches. De mysterie is opgelost. Hé, hey, doe het wel met hart. Juist. Met passie. Gek. Ja, ik was ver. Wat is dit? Niet af? Ik dit was al in 2032. Dit was de legendary first man van Frazi. Oh, wow. Die overal die op 32 tracks staat. Ik deed hem op freestyles. Ik deed hem bij sessies. Ik deed hem op pokus. Yeah. We zijn back. Oké, we gaan hem proberen meerappen, ja? Juist. Begint hij gelijk? Volgens mij de tweede of de eerste, ik twijfel. Doorspoelen, toch? Ja, volgens mij de tweede first, volgens mij pas. Ja, de tweede die first. Die intro's duurt ook altijd zo tyfus lang, jongen. 1 minuut. Bro, hoor straks wat. Heb je het moment mee? Ja. Nee, tweede first, hij is tweede first. Waarom? Er gebeurt er nog niemand niks. Niemand weet, tweede first. Ja, hij staat ook niet af. Ja. Gelukkig maar. Kijk, ik ben geen koop. Check, als ik drop met mijn lines, word je high, het is zo sick. Vijand, dus de mic is mijn homie. Ik ben on fire, kijk, ik ben geen kopie. Wie wil komen bijten, wordt genaaid als de police. Oh, vriend, ik flow vies, mijn lines zijn synchronisch. Ik knip met mijn vingers en een wijf denk erotisch. Ik ben geen komie, nee, ik ben de hoogvriend. Maar een rapper, je doet alsof je een spook zit. Geloof niet in neppe dingen en die domme spelletjes. Mijn lines zetten ziek, maar mijn talent is niet besmettelijk. Rap heeft geen regels, maar toch is het een spelletje. Ik jaag op elke domme atelet, maar zo heb ik je. Ik chill met mijn matties, deze plek is mijn thuis. Plaats de neus is mijn flat. Ik kan niet fokken met de huisbaas. Bloedje, bars man, bars man. Je hoort het, mijn lijns zijn synchronisch. Ze kijkt naar mij. Ja. Okay. Oh, gatver. Oh, deze. Waar jullie zeg maar ruzie gingen maken met z'n tweeën. Soort van, ze kijkt naar mij, ze kijkt naar mij. Juist, maar die intro was wel echt hoe het ging. Zeg maar, in die intro wat je hoort, het was echt gebeurd. Het was niet gespeeld, luister maar. Wat bedoel je? Zit er, oh zo, ja. Kankerlijk. We gingen worstelen tijdens het opnemen. Moest er even beginnen. Het intro, kankerlijk. Oké, wacht even, kom. Doe normaal, wat wil je doen? Ik doe niet. Doe niet. Ik was niet zo hard. Oké, klaar? Maar ja, oké. Hello, ik hoor hakken man. En hakken zijn billen. En billen zijn chimies. En chimies is ballen. Hakken, billen, chimies, ballen. Kon niet scheuren, lekker knallen. Hakken, billen, chimies, ballen. Kon niet scheuren, lekker knallen. Hakken, billen, chimies, ballen. Kon niet scheuren, lekker knallen. Hakken, billen, chimies, ballen. Kon niet scheuren, lekker knallen. Hey, hey, low, check die check daar. Wacht even hier, want ik ga even naar haar. Bro, doe je ding maar, kijk naar je baard. En ik hoop dat ze down is met je bilhaar. Hou je bek man, alsof jij je hebt. Wetten voor een barkie dat ze mijn pijp gek. Kom maar met je barkie, lijp shit. Wil je zeggen dat ze je pijp met je kleine pik? Kleine pik, wacht tot die stijver is. Bij jou ging het mis bij de besnijdenis. Ah wat, vriend, helemaal niet. Waarom verzie je dat man, vieze frasie? Ik hoorde het van Masta. Masta die? Ja die. Oh ik dacht van Shari. Maar wat ik over jou hoor, dat je wil niet weten gozer. Van wie heb je gehoord dan? Ja van de Moza. Wat zei hij dan? Dat je de kleine had. En dat je hele dagen lang zonder wijven zat. Man ik heb wijven zat, je hebt wijven zat. Elke check die me wilt, die heeft mij gehad. Eppa, je had toch wel een konie om. Nee, je geen vloes van gehad man, sorry hoor. Fuck man, je bent een viezerik ouwe. Waar is die check heen? We kennen hem gewoon nog steeds, hoe zie je? Wow. Bro, dit is wat? Ik was 15 of 16 toen. Dus hier, oh ja, 12 hier, jaar geleden minimaal man. Hier was de naam Vieze Frazi ontstaan hè? Ja. Ja joh. Hij zei Vieze Frazi omdat het dan ging rijmen. Hard. En daar is dan uiteindelijk Frazi uitgekomen. Ja, omdat ik, als ik Frazi zou zeggen, rijmt dit niet. Dus ik zei, Vieze Frazi, als een grap. Gruwelijk. En toen zei hij, dat wordt mijn naam. Gruwelijk. Ja. Ik vond Vieze Frazi wel een van de hardste namen. Ja, die had ik toen ingezet op een duur bij mijn eerste battle van Punch-Out. Ja, toch? Gebruikte ik hem pas. Klopt. Hebben jullie last van de zon? Nee, man. Nee, zeker niet. Maar misschien de kijkers wel, want ik zie al de helft van mijn gezicht niet. Ja, dit is beter. Ja, mooi man. Ja. En ook mooie. Gewoon dat we hem nog kennen. Man. Ja, lijp man. Gekke sessie opeens hier. Die is ook niet zo bijzonder, die. Duistere tijden. Nee, ja, deze, ik zeg je leek, die first van Justin is wel legendary, man. Laten we bewegen. Welke? Laten we bewegen. Mijn naam is Jay. Oh, is dat dit? Ja, doe maar. Die tweede is hij. Kom eens even dan.
mijn zin. Niet zo, hè? De naam is Justin en ik kom even binnen. Ik kom even binnen. Juist. Oh, dit is die vibe. Mijn naam te gillen. Ja. Naam is Justin en ik kom even binnen. Maar besef zeg maar bij die eerste PC zegt hij. Mijn naam is Just. En dan bij die twee. Mijn naam is Justin. Ja. Gisteren zat ik nog in de studio. Ja, ik hoor het, ik hoor het. Mijn naam is Justin. Gewoon vet hard. Prachtig. Oh, zo mooi. Ja, dat is mooi. Ja, die mijn leven. Dit is mijn leven. Dit was die legendarische pokoe. Dit was gewoon een hit. Dit was een legendarische pokoe. Op onze school. Echt uit de diepste van mijn hart. Ook wat ik allemaal zeg in die pokoe. Want het leven van een AZC-kind. Ja. Dit was echt een hit gewoon op de reden. Hè? Dit was gewoon serieus. Gewoon iedereen had het erover. Op zijn MP3 had mensen hem ook. Na, vooral na die talentenjacht, zeg maar. M&M beat. Gekke middeleeuwse beat. Oh, wat een beat vroeger, joh. Ja. Dit was M&M volgens mij. Toch of niet? Ja, dat weet ik niet. Normaal kwam hier. Oh, oh, oh. Dat deed hij altijd, toch? Ja. Ik kwam hier met mijn moeder zoeken naar een leven. Want vroeger in het verleden werd waar is het opgenomen? Dit was bij Lazy opgenomen. Ja, dit is een remake. Ja, want de kwaliteit klinkt op zich best wel juist, goed. Ik had hem eerst solo gedaan. En daarna bij Justin opnieuw bij Lazy. Aangekeken, maar we liepen door de straten. Vragen naar de streken waar we heen konden gaan voor een normale leven. Maar zo vaak geraden hoe mensen naar ons keken. Ik kwam naar Nederland naar een leven roepen. Ik was niets meer dan een hopeloze asielzoeker. Na 17 jaar mijn status gekregen. Zonder verblijfsvergunning, ik kan niet tegen. Normaal leven. Dit is mijn leven. En ik loop door mijn pad. Ga maar. Ja, leuk. Alleen. Ja, maar hoe tof dat dit zeg maar zieke kwaliteit was, hè? Ja, dit was man. Zieke kwaliteit. Wat ik in het begin van die tweede verse zeg. Dat was real talk, hè? Nog gewoon. Dat is een feit. Ik mag niet mee op kamp op school. Want ik mag een man niet uit. Ik voel je, man. Dat was echt, hè? Ik mocht niet mee op schoolkamp. Ja, want dat was in de Ardennen in België. Ja, ja, zonder paspoort mocht je niet mee. Sick. Klopt, man. Hoe sick. Ja, die is niet zo bijzonder. Ja, die daarna wel, oh, godde. MGR. Waar stond dat voor? Jij heette MGR. Waar stond dat voor? Hoeveel naam heb jij gehad, bro? 35. Begin bij de eerste. N-Style. Nee, Lil N. Maar oké, hoe kwam je op Lil N? Waarom Lil N? Bro, iedereen had of Lil of Big in zijn naam. Okay. Ja, ik was niet Big. Je was Lil. Okay. Ja, toch? En Nessim. Lil daarna? N. Daarna werd N-Style. N-Style. Waarom? Ja, dat weet Nessim ik niet. Stijl. Ja, stijl was een soort van... Ik weet het niet, man. Ja, goed. toen kwam MGR. Ja. Voelde je echt gehaat of zo? Nee. Meest gehate rapper. De reden waarom ik MGR had... Ik dacht van, oké, je hebt zeg maar... LSD. Nee, Appa had ook iets. Hij was ook iets... Meest onderschatten. Juist. Meest onderschatten, ja. Ik dacht, ja, ik ben niet per se onderschat. Ik ben gewoon best wel neutraal. Zeg maar. Mensen weten... Ja. En toen dacht ik, ja, meest gehaat... Ik weet het ook niet. Ik was boos destijds, man. Ja. Ik was een boze rapper. Je dist ook mensen. Zo. Ja, toch, ik was boos en emotioneel. En daarom MGR, denk ik, man. Maar het was wel, ik had wel, naar mijn gevoel, altijd de kutste namen van de groep. Ja. Iedereen had altijd een naam die echt bij hem paste. Ja. En ik had altijd de naam van, dat je dacht van, waarom heb je die naam? Je kwam er niet uit, hè? Ik kwam er niet uit. Ik was op zoek naar mezelf. Wel leuk dat je nu uiteindelijk gewoon Nessim heet. Ja, het is de beste naam die je kan hebben, toch? Ja, Nessim. Najee vond ik ook hard. Maar weet je nog helemaal Najee het begin? Wisten wij ook of het nou Najee was of Najee? Ja, klopt. Weet je, het is zo raar. Nee, ik wist het wel. Mensen ik konden, zei ook wel eens Najee. Mensen konden nooit mijn naam soort van uitspreken. Maar als je kijkt naar Najee Unuwar, kunnen ze zijn naam opeens wel uitspreken. Maar misschien omdat je het anders schrijft. Ja, het is Najee. Bij hem is het N-A-C-I. En bij mij is het N-A-J-I-H. Ja, precies. Najee. Want je Arabisch. Spreekt ook als Najee uit. Dat is de naam van mijn opa. Oh, dat juist. Waarom is zo boos? Najee. Opeens vette aanval. Doe dat niet zonder mondkapje. Ik weet nog toen Lazy bij ons thuis was. En hij hoorde mij... Was je bij toch? Hij hoorde mij... Hij hoorde mijn vader Arabisch praten. En wat zei hij toen? Nee, dus... Vader komt binnen, hij zegt waarschijnlijk van, hey, kom straks naar beneden, jullie gaan eten, maar hij zei het in Arabisch, dus hij doet, Nessim, shit erin, op hele dilue, opeens hoor je lezen, zo, doe even rustig. Zei hij dat ook echt tegen je vader? Hey, het is even rustig. Doe die daar zo, hey, die bed zo hey, dus, licht. Dus niet zo agressief. Dus niet zo agressief. Fucking met mooi. Met jouw pa hebben veel classic momenten meegemaakt, ook dat is op de score toen, weet je nog? Wat dan? Op de Heimabreut Academie. Ja, voor de mensen thuis, luister. Oh mijn god.
voor de mensen thuis. Dit verhaal is best wel mooi. Dus wij gingen... Was je daarbij? Jazeker. Wij gingen met z'n drieën. Okay, jouw dus, ouders brachten ons toen. Juist, wij waren rappers en wij wilden heel graag naar de Herman Brood Academie. Tenminste, we gingen naar de open dag. Ja, dat was al een hele stap voor ons, hè? Naar de open dag gaan. In Utrecht. En op een of andere manier kregen mijn ouders zover om te gaan. Ja. Dus wat ik volgens mij, ik had mijn vader thuis echt lijp over moeten halen van, yo, ik wil even naar die school. Ik heb alleen gezegd van, ik wil naar een school kijken. Ja. Weet toch, niet eens heel ver met rappen, dit, dat. Mm-hmm. Je weet toch, want hij geloofde niet in die shit. Mm-hmm. Dus eindstand gingen we met z'n allen. Ging mijn ma ook mee? Ja, man. We waren mijn ma, mijn pa en wij met z'n drieën. Met z'n auto was vol, vijf man. En we gingen naar de Herman Brood Academie. En we kregen daar een rondleiding volgens mij met een groepje, toch? Mm-hmm. En toen kwamen wij in een klas waar wij naar een video gingen kijken. Juist. Van Stix. Ja. Stix die een introductiegesprek ging doen over de school en de opleiding. Wow. Met een pet op. Hij had een pet op. Hij had een muts op en hij was een banaan aan het eten volgens mij. Wow. En wat zei mijn vader tegen die andere leraren? Ja, hij zegt deze... Wat is dat, deze leraar pet op banaan eten terwijl lesgeven kan niet. Ja, en, maar ook vet lang tegen ons nog daarna. Van, ja, nee, het is geen goede school. We kregen gewoon een hele speech van mijn vader over... Op de terugweg ook. Ja. Hij zegt, hoe kan dit een leraar zijn? Deze rapper of wat het ook is. Ja. Hoe kan... Zeg maar, in mijn belevenis toch? Yeah. Ik stond daar gewoon. Hij zei tegen een of andere vrouw daar zo, die daar werkte. Ja. Hij zei... Maar mevrouw, wat is deze... Hij zit daar pet op banaan eten. Wat is dat voor leraar? Ja, jouw pa die had ook die hele... Hij praat een beetje boos. Ja, was, ja toch? Dus eigenlijk zou je het hem horen moeten zeggen om te voelen wat wij nu voelen. Want, yeah, dat was, zeg maar wij kunnen het niet eens nadoen. Je weet toch, die delivery van hem is anders. Yeah. Maar jouw vader is legendarisch, man. Ik weet nog dat ik daar altijd bij jou op visite kwam. Je weet toch, dan bleef ik bij je slapen. Geen tunes maken. Maar ik rookte toch. Mm. Maar jij rookte stiekem volgens mij. Ja, toch? Klopt. En dus je ouders wisten van niks, maar... Wat gebeurde dan? Elke keer als ik naar beneden ging om naar buiten te gaan roken... opeens kreeg ik weer een speech van zijn vader, zeg maar. Zegt hij, waarom ga jij roken? Jij weet roken, maak jou dood. Ik denk bij mezelf, ja, jouw zoon doet het ook, hoor. Doe maar rustig. Jij weet roken, maak jou dood. Ja, dat was altijd mooi, zeg maar. En dan ging ik gewoon bij ze zitten, terwijl ik eigenlijk wilde gaan roken. Ging ik wel bij ze zitten, ging hij me helemaal verhalen dan vertellen. Dan moest je netjes blijven natuurlijk. Natuurlijk, maar dat is normaal. Hij kwam ook altijd met verhalen over oorlog en dit en dat. Allemaal van die... Hij vertelde mij ook verhalen. Ook ik weet nog vaak markt, als dat hij op de markt stond en zo. Ja, waren wel toffe verhalen, man. Als we hadden gegeten bij jou, dat wij dan zeg maar... Wij waren van, we willen eten en weer naar boven. We willen muziek maken. Nee, mijn vader was heel veel aan het praten. Ja. Je moest altijd bij ons aan tafel blijven zitten. Juist. En we gaan praten. Hij was heel erg van het communiceren. Maar dat is echt mooi, man. Het is heel goed. Yeah. Wij waren wel van, we willen naar boven. Ja, toch? Maar we moesten expres blijven zitten. Ja. Ging hij weer een verhaal vertellen. Ja, ja. En altijd een verhaal soort van met een boodschap. Of waar we van iets van moeten oppikken. Ja. En leren. En maar wij dachten van, we willen gewoon rappen boven. Toen de tijd had, we waren 13, 14. Man. Ja, toch? Wij willen niks leren. Ja. Dat was met mijn vader ook. Hij is ook echt zo'n verhalen vertellen. Klopt. Je weet toch? Klopt, kwam die ons ook altijd verhalen vertellen, dit, dat. Maar je luistert gewoon, terwijl, uit respect, toch? Ja, maar nu, als je terugdenkt, denk je van... Hey, ja. Ik vond het wel sick. Ja. Weet je welke tijden ik mis zag, dat we boven op mijn kamertje zaten? Mm. Dat was gewoon het leven, gewoon pokus maken. En mijn moeder maakte eten. Ja, man. Die bracht ze zelfs soms bij ons boven. Ja, man. Altijd blijven gekke, slapen weet bij je, die gekke maar broodjes ik, waar jij zo gek op was. Ja, maar ik vond jou zo raar altijd. Waarom? In die tijd. Ik vond jou gewoon zo raar. Waarom, man? Zeg maar... Je at kaviaar. Kijk, weet je dat nog? Hij had kaviaar altijd in de ochtend. Maar nog steeds. Nog steeds gewoon. Nog steeds. Gewoon kaviaar van de Lidl, je weet toch? Ja, of van de Aldi. Ik ben geupgraded, hè. Ik haal nu zeg maar bij de Russische winkel in Gent. Ja, nu kan dat niet meer, die corona, maar... dingen. Corona. Corona. Maar zeg maar, ik ging altijd naar Gent, heb je een Russische winkel. Mm. En dan heb je zo'n potje, die is zo groot ongeveer. Mm-hmm. Ja. Die kost 20 euro, maar daar zitten die rode kaviaartjes in. Maar ik haal die ook één keer in de zoveel tijd en niet elke week of zo. En dan doe ik zeg maar brood, boter. En dan doe ik een beetje die kaviaar zo erop. Vind je het echt lekker? Heerlijk. Hij heeft me één keer laten proeven. Ik vond het echt niet lekker. Dus als jij later echt rijk zou worden, ga je sowieso kaviaar eten? Ja. Bro, maar ik had laatst een filmpje gezien dat ze rijke mensen neppen een echte kaviaar die proeven. Ja, waarschijnlijk. En ze zeiden van, hoeveel geld zou je geven maar voor deze kaviaar? Er is dus volgens mij voor 50 gram partij soms 200-300 euro, als niet meer. Bro, man. Jij hebt van de doezoes, man. Ja, dat is lijp, man. Daarom zeg ik dat potje... Besef dat je eet gewoon vissen eitjes. Eitjes, toch? Ja. Zijn dat zeg maar die kinderen of is dat poep? Nee, dat zijn eitjes. Dat zijn echt de kinderen van visjes, de eitjes. Maar dus als er een vis zwanger is, dan worden ze gevangen, opengesneden.
alle eitjes eruit. En die eitjes worden dan ook ziek eigenlijk. Het komt hetzelfde uit op eieren, toch? Eieren eten we ook gewoon. Dat zijn ook gewoon kip. Ja, je weet toch, het zijn onklare kuikens, maar het zijn nog wel, zeg maar... Maar het is wel echt heerlijk, man, bro. Die proces. Heb ik nooit gegeten. Ja, waarschijnlijk. Zoutig, ik heb die Lidl-versie ook een keer gegeten. Die bolletjes die van de Russische winkel, die zijn iets dikker. En die klappen in je mond, bro. Oh, joh, heerlijk, man. Ik heb gelijk... Klappen in je mond. Kiepes. Ay, no, man. Dat is al de tweede zemmer. Nee, niet op een zemmer manier. Hij klapt in je mond, ja. Het kan ook zemmer manier, maar ja. De bom. De bom. Mooie effect. Ik haat mezelf. Ik ben de bom. We zijn de bom door je sneakers. Ik ben de dope type. En we blijven rijmen, strijden, schrijven tot het bittere einde. We zijn de bom door je sneakers. Hier begonnen de melodielijn. En we blijven rijden, strijden, schrijven tot het bittere einde. Takkie, terwijl je me niet kent en je praat in je pokus alsof je een G bent. Echt die zware stem voor zeker. Gooi naar jouw verse, we hebben genoeg van mij gehoord. Oh, die zwoele stem. Ja, je voelt altijd zo alsof je buikpijn had. Je haat me stil, je kijkt met een rare grijns. Je praat gelijk, omdat ik als de basis schijnt. Te laat voor spijt, omdat ik toch de basis blijf. Ik heb love, maar je haat me flow. Man, toch word ik geïnterviewd op de radio. Nooit. En dit is de foolproof. En je kijkt goed toe als ik het even voordoe. Je hoort hoe ik het naar voren breng. Ook al was je een voetballer, man, dan scoor je slecht. Score je slecht. Hoe kan je goed scoren dan? Wat die zo vaak discussie over. Ja, maar je scoort toch gewoon of het dan slecht is of goed. Er is gescoord. Nee, het kan toch? Hoezo score je slecht? Een slechte scoren. Ja, maar hij bedoelde het niet op die manier. Dan moet je niet zeggen voetballer. Dan moet je niet zeggen voetballer. Je legt die link toch? Zeg dan een speelautomaat of weet ik van iets. Je weet toch? Gadver. Je haat mij gelijk op de tape van mijn bro. Fok je tafel manieren, want ik eet je gewoon. Je leeft in een droom, dus stop met bewijzen. Koop de next tape en mijn woordje wat wijzer. Eigenlijk is hij best wel gay. Fok je tafel manieren, ik eet je gewoon. Ja, ik eet je gewoon. Man, ik was van je mezelf. Je dacht niet echt na toen in die tijd. Oh ja, deze is aangekomen bij het moment. Het moment, ja. Jij dit mag introduceren. Ja, dit is het moment om het te introduceren. Vertel er wat over. Nou ja, goed, de track heet ook Het Moment om Ik te Zijn. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik weet ook niet waar mijn verse over ging. Maar hoe is het gegaan? Nou ja, ik weet dat ik en mijn zus en jij, we zaten in de studio. En mijn zus die zong. We hadden eindelijk iemand gevonden met een vrouwelijke stem die kon zingen bij ons in de buurt. En ze kon goed zingen toen. En ze kon zeker goed zingen. En deze intro duurt het langst. Maar het is wel leuk hoe jullie, zeg maar, het intro probeerden op te vullen, zeg maar, tot aan de dingen. In plaats van dat we zouden zeggen van, we knippen die beat een stukje, schrijven hem op. Maar nee, wij accepteerden de beat zoals die was. Ja, juist. En we gingen gewoon met deze... Dat is echt mooi. Ja, prachtig. Gaan we er naar luisteren? Let's go. Ik heb tijd. Kut. Je zou zeggen, hij begint nu, toch? Ja, wacht even. Je weet het. MGR. Meest gehate rapper. Dat ben ik. Je zou zeggen, nou moet hij komen. Ja. Maar nee, je moet zo even wachten. Je weet het. Ken je op het refrein. Lobo. MGR. Check dan. Jezus. Wow, ik dacht dat hij nu echt zou beginnen. We zitten al 40 seconden in de tune. Eindelijk. Oh ja. Het moment is afgebroken. Tranen die stromen. Ik voel me opgesloten. De vragen die komen. Te laat om te dromen. De haat is bewonen. Haters bewonen. De taten belonen. Wat? Waarom zeg je schapen verkopen aan dames en gozers en wakende flowers? En wat zeg je? Te laat... Ik weet het even niet. Wacht, hè. Doe play. Oh. Ik hoor niks. Opeens. Wat heb je gedaan? Ik weet het niet. Wat heb ik gedaan? Wat heb je gedaan? Wacht. Ah, ja, die ik moet nemen
meer waar ik wacht voor. Laat om te dromen, de haat is bewonen. De haat is bewonen. Tranen die stromen, ik voel me opgesloten. De vragen die komen. Te laat om te dromen, de haat is bewonen. Waken de flow is de daken belonen. Te laat om te dromen, de haat is bewonen. Waken de flow is... Daden belonen. Die daden belonen. Ik weet het niet, bro. Het klonk. Het rijmt. Het rijmt. Het dubbel. Wat? Ja, nog dubbel zelfs. De haters bewonen. Ja. Jij was al in 2088. Jij was weg, bro. Jij was in de toekomst. Eigenlijk. Jij was echt de in de toekomst, bewonen. Man. Wakende flowers. Wat zijn dat? Ik dacht wakende flowers. Wij flowen en wij waken over de mensheid. Zo, je bent een rapper. We maken over de mensheid. Fucking mooi. Net die ik moet nemen waar ik bang voor ben. Ik vertel het je met de mattie en een zangtalent. Ik zeg de waarheid, het is spit wat ik ben. Ik stel een vraag, maar de antwoord die zit in mijn pen. Ik heb die inspiratie, wat ik kloppen belusten. Baby, ik ben samen mijn broers en Candy, mijn zusje. Ik breng die productions, ik meen het wel. We komen sickie bossen met de MGR. Ik loop op de duister als ik leven doodsla. Ik zie privé op mijn scherm als mijn telefoon gaat. Ik weet niet wat je dom draagt. Ik loop door het duister als ik leef of dood slaap. Realistisch. Ik hou mijn hart vast voor wat ik nog moet zien. Ik streef naar een gevoel, maar ik voel niet. Het moment is aangebroken, hier blijven we leven. Tijd om te nemen en tijd om te geven. Ik hou mijn hart vast voor wat ik nog moet zien. Ik vond deze nummer nooit hard, hè? Het moment is aangebroken, nooit. Tijd om te leven. Tijd om te nemen en tijd om te geven. Het moment is aangebroken dat ik mijn pad vind. Ik blijf lopen naar boven tot waar mijn lak ligt. Je lacht shit, omdat je weet dat ik straks weer zie. Precies op de maatje, zoals mijn hart kick. Je lacht shit, wat doen? Mijn hart kick. Mijn hart kick. Het is tijd om van start te gaan. Zet mijn gedachten aan. Verder te denken, je kent me. Ik breng het, ik rap voor mijn plek. Als ik de kans kreeg. Mijn mensen die houden me tegen. Vooral mijn ouders die moeten niks van het rappen weten. Ik blijf denken, waarom die soort mensen. Ja, dat is eerlijk. Neer te halen, maar nee, ik blijf niet stressen. Maar ik heb mijn baby. Yes, broeders die me hoop geven. Bloedloos systeem, dus je moet niet dom spelen. Kan me geen fok schelen. Ik heb mijn BBS bros die me hoop geven. Bloedloos systeem, dus je moet niet dom spelen. Ja, mooi. Hey, maar ik vond het nummer nooit zo hard. Jullie hadden wel toffere nummers. Ja, maar ja, wij waren fucking emo toen. Ik vond het man. Ook zo langzaam gaan ook. Ja, oh, dat vind ik nu nog steeds. Dus zeg maar, ik denk dat jullie dat ook opeens wel opeens is die vet serieus. Nee, maar kijk. Hey, luister. Zeg maar, waken de ja, flow. Ja, geef feedback voor Pokus uit 2008. Op zich wel tof wat je hebt gehad. Ga zo door, jongens. Mijn god. Ja, deze is ook classic, man. Laat ik even hier wat over zeggen. Ik had een periode waar ik heel veel beef met mijn ouders had. Want ik mocht niet rappen. Ja. Ik mocht thuis gewoon niet rappen. Mijn vader haatte het. Alles. En mijn school ging slecht. En daarom mocht ik ook niet. En dat gebruikte ik dan in mijn teksten. Ik mag niet rappen van mijn ouders. Mijn vader, je haat me. Jij hebt veel emo shit gemaakt, hè? Je was een emotionele jongen. Ik was een emotionele jongen, man. Ik was ook altijd de enige in de groep die altijd verliefd was. Op alles. Ja, maar dat is echt zo. Maar dat is echt zo. Ik was altijd verliefd. Tuurlijk, je wordt wel eens verliefd als je kind bent, toch? Bro, ik kende haar gisteren en ik werd verliefd. En je maakte een pokoe erover. Ik maakte altijd. En als je dumpte, dan wou je de killen in je videoclip. Dan was het opeens fokliefde. Maar... En dan laat ik het aan haar horen waar iedereen bij is. Toen ik eindelijk dacht. Nee, maar echt. Wow. Ja, maar bro, zeg maar, dit was zo grappig. Waarom? Omdat zeg maar, iedereen is als kind wel eens, als tiener of zo, is die wel eens verliefd, toch? Ja, ik was altijd verliefd. Maar hij was altijd verliefd. Klopt. Als ik hem op dit iedereen. Had, dan was het. Oh mijn god, ik moet hiervan houden. Dit is van mij. Oh, dit is van mij. Je bent van mij nu. Ik hou van jou en we moeten voor altijd samen zijn. Dit was hij gewoon. Klopt, dit was net. Ik wil trouwen met jou. Ja, gedraag je, man. Ik zei dat toen ook altijd je tegen maakt, hem. Je maakt ook vaak pokkels op met beats met van die chipmunk zang erin en zo. Hè. Dat deed jij ik pak, heb één tune met 1 miljoen views daarop. Ja, klopt. Ja. Wat ik voor je voel. Juist die. Lijp. Maar als je dat zo beseft, dat is echt veel, hè? 1 miljoen. Voor niet normaal. Voor 15 jaar geleden of zo, 14 jaar is geleden lijp, misschien. Hoor. Gestoord. Gek, man. Maar goed, ik was een emotionele guy. Jij was heel emotioneel en verliefd. Mensen zetten gewoon zeg maar die teksten vroeger in hun MSN-namen zo, hè? Ja, toch? Precies dat die. Dat is echt zo. Ja, man. Je was viral, man. Lobo. Oh mijn god, dit vond ik wel hard. Ik was ook echt trots op deze tune, jongen. Dit was de eerste tune die ik van jou hoorde, trouwens.
waar mijn hart spreekt en sterf op de plaats. Die beat staat veel te hard. Waar ik sterf op de plaats. Bro, nee, de beat staat niet hard. De stemmen zijn gewoon niet gemixt. Het is een gave die ik van God heb gekregen. Een soort talent om met mijn woorden te spelen. Je moet echt niet de neusaccent, toch? Of ja, ja. Talent. Maar waarom? Was iedereen daar Antilliaans of zo? Van het rappen. Het heeft vele rare wegen. Mijn stijl veranderde, zelfs met het aankleden. Ik gedroeg mijn gang zogenaamd om erbij te horen. Ik deed aan rare dingen en het deed me maar storen. Wat voor dingen deed je? Ik deed rare dingen. Alsof je achter station je kont geeft. Ik deed rare dingen. Ik deed rare dingen. Oh, wat mooi. Ja, man. Het is nog niet klaar. Deze piece had je net op je vader, die ben je net voorbij. Na mijn toekomst, al die jaren tot nu, heb ik voor deze dag gefeest. In de ogen van mijn vader ben ik nooit iets geweest. Hey, bullshit. Fucking gebroken. Je was 13. Waarom was jij nooit iets... Wat was je 10? Wat deed je? Je hij probeerde jou te redden. Goed gehaald. Hij scoorde je slecht? Wat deed je? Ik leef met de dag mee. Ik streef tot mijn hart breekt. Ik zeg wat ik echt meen, wat ik zal het maken. Ook al ben ik alleen. Ik leef met de dag mee. Ik streef tot mijn hart breekt. Ik zeg wat ik echt meen, wat ik zal het maken. Ook al ben ik alleen. Ik vertel je het verhaal waar ik gedachten verzet. Back-offs. Uit mijn andere tracks. Ik had het anders gepland. Dus nu rap ik vaker. Bezig op van alles. En succes alles, te maken. Mijn geliefde, mijn mixtape. Mijn tracks en mijn leven. Zijn bevoeld op het rechte pad. Vanaf nu plan ik het beter. Over mixtapes gesproken, wanneer komt de lyricale realiteit uit? Ja. Wow. Bro, die mixtape... Broer, die kondigde je echt 8 jaar lang aan. Die gewacht. Heeft nog misschien 8 tracklists gekend of zo. Ja, lyricale realiteit. Je hebt volgens mij ook al 4 covers daarvoor gehad. Alles. Bro, er is hier 1 foto, man. Echt? Die, wat ik als die gaan we straks nog zien? Oké. Okay. Dat is echt fire, man. Oeh, wie we zijn. Daar hadden we net nog over. Juist, dat is die. Dit is deze. Serdar, Siggy. Oh. Classic. Gekke remix. Classic. Ja, dit waren 2 beats door elkaar, ja. Toch? Klopt. Ja. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Dit is wie we zijn. Fok niet met ons, want ons krijg je niet klein. Shit, we zijn geen gein. Kom niet zonder overleven. Shit, we zijn geen gein. Fok niet met ons, want ons krijg je niet klein. Shit, we zijn geen gein. Kom niet zonder overleven, we je pijn. Iemand hier zei dat het ook altijd een spraakgebrek met die R van hem. Wat ja, was dat ik nou? Ook. Wij hebben er allebei. Allebei, ja. Maar weet je wat grappig is? Zedda, die rapte eigenlijk al voor ons allemaal, hè? Hij was helemaal niet slecht in die tijd. Hij was goed, man, bro. Hij was ook de jongste van hem. Hij heeft mij een keer geklaagd in de battle, dat weet ik nog. Ik kwam net in Sas wonen. En toen zei ik... Hij was ook een van de eerste die ook met dubbelrijm en zo kwam, volgens mij. Hij had gewoon goede teksten of zo. Hij had goede teksten, man. Hij had gewoon diepe teksten. Hij was ook slim, toch? Ja. Gymnasium en shit. Hij was die slimmere guy. Gek. Het zijn wij en we zijn niet met te stoppen. We spitten het eruit, kunnen het niet langer opkroppen. Maar langer. Dit is wie we zijn en we zijn weer terug. Langer. Met onze klik aan de zijn, zijn we veel te erg. We battelen iedereen, ook al zijn ze met z'n velen. Iedere MC die ons battelt is overleden. We maken het lekker soft, logo en sick. Wat heb je met ze gedaan? Ja, dodgy. Geklaagd. Overleden. Is overleden. We dissen net als bolen tijdens het gooien van een strike. Flowen nog vloer bij dat Coca-Cola light. Respect voor onze mensen, aan de rest hebben we scheid. Dus dit is wie we zijn, niemand kan ons veranderen. Represent Sassier, die crew uit de Zeeuws-Vlaanderen. Zo, dit is wie we zijn. Fok niet met ons, want ons krijg je niet klein. Shit, we zijn geen. Kom niet zonder, want we leven je pijn. Kom niet zonder, bro. Dit is wie we zijn. Fok niet met ons, want ons krijg je niet klein. Voor die tijd? Shit, maar bro, maar ga eens terug naar dit refrein, alsjeblieft. Siggy is weer terug, ben al lang niet meer geweest. Had wel een flowtje erin, hoor. Dit is wie we zijn, fok
niet met ons, want ons krijg je niet klein. Ons krijg je niet klein. Jamaica, ja toch. Ziggy is er terug, ben al lang niet meer geweest. Andere rappers zien me en zijn alweer gevreesd. Dit is wie we zijn en niemand anders. Het is onze stijl die niet verandert. Met ons sasmatisch aan onze zij. Dit is wie we zijn, ja, dit zijn wij. Geen verandering in mijn stijl, ik ben gewoon te erg. Bellen is mijn hobby en rappen is mijn werk. Jaloezie is wat hij heeft om ons heen. Maar zoals onze stijl is er geen één. We komen nog sneller dan een sneltrein. Nu spit lopen verder met onze erge refrein. Maar dit had iedereen ook altijd. De laatste zinnen maakten niet zoveel uit of zo. Je weet toch? Mike, ik wil een tos die. Oh, ja, wow. Maar Mike was wel echt gruwelijk grappig. Kan je deze introduceren, deze track even? Wat was het verhaal erachter? Zeg, het verhaal is, kijk. Mike is een oude mattie van ons van vroeger. En hij was zeg maar vaak, je weet toch, zo die enige Nederlander tussen ons, zeg maar. Ja, toch? Ja. En zijn ouders die waren altijd vrij chill, je weet toch. Wij mochten altijd bij hem thuis chillen en zo. Dus wij deden beneden altijd de arena zetten en zo. Maar die man vreet veel tosti's. Altijd maakte hij altijd tosti. Dus we waren een keer bij mij op de kamer. Ik zei, kom, we gaan een keer pokken maken voor jou. Maar hij is totaal niet van muziek niks. Nee, niks. En opeens had ik dit verzonnen en kwam dit eruit. Oh, ik heb zoveel gelachen toen ik dit voor het eerst hoorde. Ik doe die refrein trouwens. Dit is een cover van Michael Jackson, toch? Smooth Criminal. Ja, man. Ja. Ja mensen, vat dit niet op als een beledigende disstrijd naar Michael Jackson, maar we moeten even iets uiten. Want Mike, die wil namelijk een tosti. En niemand wil hem maken. Zijn moeder wil hem niet maken, wij willen hem niet maken. Dus ja. Mama, ik wil een klare tosti, beetje ketchup met een laagje. Ja. En ik wil hem niet delen, ik ben gierig, wat lach je. We gaan zitten aan de tafel, beetje sushi, beetje cola. Daarna ga ik naar mijn kamer, beetje gek doen met je oma. Mike die wil de tosti, Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, lekker tosti, lekker tosti. En hij wil een beetje ketchup, beetje curry, beetje curry. En hij wil het niet delen, hij is gierig, hij is gierig. Hij wil alleen maar tosti eten, tosti frieten, met een biertje. Ik deed die adlib zelfs aan tosti. Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, de tosti. Mike die wil de tosti, lekker tosti eten. Mike die wil de tosti, de tosti. Mike die wil de tosti, lekker tosti. Besef gewoon, zeg maar, hoeveel tijd wij vroeger hadden. Dat we dit soort shit ook gingen maken. Ja. We hebben veel van dit soort dingen gedaan. Gewoon voor de grap, dingen opnemen. Zeker. Dat zijn die dagen dat je zeg maar geen inspiratie hebt om een track te maken, maar je bent toch in de studio, toch? Ja. Je wilt gewoon iets doen. Dat is echt zo. Om bezig te blijven. Volgende is een video. Oh. Ik ben benieuwd. Oh ja, dit is gewoon random een video. Wie is dit? Dat ben ik. Is Frazi, man. Echt? Oh, je lijkt op mentor, man, hier. Gek, hè? Hier was die dus in mijn oude studio. Fruity Loops. In de schuur een beat aan het tikken. Dacht ik, zo leuk om te delen. Wow, wist ik niet eens. Zo langzaam. Je bent echt een andere mens, man. Ja, je was al flootjes aan neuren. Ja. Kijk, die heksen. Hoe vind je dit om te zien eigenlijk? Interessant om heel eerlijk te zijn. Omdat sick, ik mezelf nooit echt heb zien werken of zo. Dus dan nu zie ik maar autistische trekjes. Als je ooit zeg maar echt goed en bekend wordt en er wordt een documentaire gemaakt, kan je dit gebruiken. Ja, dat was heel de bedoeling van deze beelden. Ja, toch? We wouden een docu maken. Echt? Ja. Goed. Kan ik me nog wel herinneren. Ja. Weet je nog? Klopt. Wow. Ja, man. Vet veel. Wel dope, hoor. Besef dat ik zo lang bezig was met twee akkoorden. Ja, man. Het waren echt twee, inderdaad. Er staat optreden St. Laurens, maar het zijn die beats. Oh, serieus? Ja, in het begin hoor je zeg maar ook jouw pokoe. Oh mijn god. Oh, dit is gewoon een mix die we gebruiken. Als, zo. Bro, ik moet even zeggen, ik weet nog toen we deze track maakten, was bij jou thuis. Ja, klopt. Ik vond die zo hard. Ik vond dit een van mijn hardste tunes die ik had gemaakt. Maar die had het samen met jou gemaakt. Jij hebt me meegeholpen met die refreintjes en zo verzinnen. Klopt, en die melodietjes en zo. Klopt. En toen, dit was volgens mij... Autotune was net uit. Ja, toch. Autotune was net uit. En toen kwamen we erachter van... Hé, jouw stem klinkt best wel hard met autotune. Ik was van die Yes Air opeens. Ja, klopt. Je toch? Het was een beetje die periode. Je toch? Fucking lachen, man, dit.
Geef me love voor wat ik doe. Geef me love voor wat ik doe. Geef me love voor wat ik doe. Hé, hey, maar dit was geen Melodyne tijd, hè? Zo. Puur autotune. Geef me love voor wat ik doe. Je voelt de flow. Ik rule de show. Ik doe het zo. Geef me love voor wat ik doe. Wat ik doe. Wat ik doe. Ja, man. Dit is die Akon T-Pain tijd. Geef me love voor de dingen die ik doe on the block. Wie is er? Is je boy N naar de H. Rap van de straat terwijl je me track haat. Ben ik straight back up met de L op de maat. Oh shit, hoe dope is dit? Iedereen deed wel een keer die oh shit. Ik heb veel beter dan het nodig is. Geloof me, jij komt niet boven dit. Ik ben solo, jij met je klote klik. Ik doe mijn ding, rol niet met die zooi rappers. Vele producers willen je boy hebben. Blijven je boy bellen, willen je boy boeken. Jij komt niet verder, grapje, ga je flow zoeken. Hij heeft een leugenaar. Niemand. Ik in de video is een mooi plaatje. Geloof me. Ik kom niet boven dit. Ik ben solo. Jij met je klote klik. Er was iets hier. Ik roel de show. Jij zat in de klik of zo. Of iets. En je wou heel duidelijk maken dat je solo was. Dat weet ik nog. Is dat niet dingen? EPR. Ja, iets van dat. Is dat niet daarna? En toen zei ik heel tijd, wou je echt benadrukken in die pokoe. Je zei al twee keer, ik ben solo, klote klik, solo is het naadje. Zoiets was het, dat weet ik kan toch. Wel, ja. Ik kan me dat herinneren. Maar ja, dit is. Als je verder spoelt, hoor je ook die Miffel. Juist. Oh, mijn god. Ook een tune met z'n drieën samen. Want iedereen ging daar een soort van zijn eigen taal doen. Kan wel, joh. Hoe ging die ook? Oh, die vond ik altijd hard, man. En dan dit. Ik heb het niet meer, man. Zijn we echt. Broer, dat was keihard. Weet je nog? Maar hoe ging die refrein ook alweer? Die refrein was ook hard. Hij legde een puntje van mijn tong, wacht. Het was zo'n West Coast beat. Ja, man. Hoe ging die refrein alweer? Vond die zo hard? Ik heb geen idee. Zo jammer. Jij moet die sowieso nog hebben. Ik moet hem ergens. Maar dat was bij jou opgenomen. Ja, joh. Ja, ja, was bij jouw kamer opgenomen, klopt. Nee, joh. Ja. Maar is zo'n just in dit refrein? Ja. Je kan me niet vergelijken, boy. Klopt. Ja. Bij Ilkay hadden we dit opgenomen. Dit had ik, zeg maar. Dit was mijn mix. Laten zijn we zeker, dus je moet niet ontkennen. Volg met een van ons en ik laat je kilometers rennen. En ik pak de buit, zogenaamde gangsters hosselen. Maar ze komen niet met money thuis, dus ik lach je uit. Maar ik blijf op mijn hoede, ik heb money genoeg, maar geen geld voor een boete. Dus ik weet nog dat ik ook geen geld had om naar die clip shoot te komen. Die was in Zelzaten, dat was veel te ver van mij. De straat was geen ander, je weet wie er weg is. Met wie is dit? Serdar. Oh shit. Kom met open lines, alsof ik aan de crack zit. Boys spelen hoed, maar die shit is geëkt, bitch. Weet dat het net is, want wij komen dopen. Een te laag niveau, want wij lopen hoger. Wij blijven komen als er maar wat binnenkomt. Money is belangrijk, dat is wat we in hebben, boy. Ja, dat is iemand die gewoon eigenlijk niet rappen. Ik vond destijds dit refrein echt hard, man. Ja, man. Maar Justin kon ook wel zeggen, hoor. Hey. Is dit nou met mijn verse in of zonder? Mijn verse. Hier op de straat. Ja. Cash moet blijven komen. Ja, die komt ook nog. Volgens mij kom ik in de derde of zo normaal. Maar ik weet niet of dat in die optreden versie ook zo is. Oh ja, dit is natuurlijk die showversie. Ja, dit is die showversie. Alles staat ook zachter toch? Zo. Met de woordvoerder, je hoort hoe we stappen nemen als een voortmoeven. De vlog is schoenen dan de ijskast. Ben beter dan jou, dus je wou dat je mij was. Dus ik kon stappen zetten. Of fuck dat, ik ga met de lift naar de top. En jullie rappers moeten ladders hebben. Money talks, leeg praten. Gooie zakken, leeg praten. Verkokken met de boys op de blok is wat ik jou. Oh, Sjoe, versnelling. Dus waar ga jij nou heen? Nee, ik heb geen probleem. Maar wat ik wil is motherfucking klappen in mijn pot. Maar nee. Zie man die rechts en ik zie man die nee, links. Nee, dat is niet waar. Grapje staat ervoor, dus ga uit van mijn zicht. Jij wil mijn killen, nou ga
appie, kom maar maak je lek. Ik heb geen tijd voor die kinders, dus schrappie, laat het maar zitten nou. Schrappie, laat het maar zitten nou. Ik had in die tijd heel erg veel moeite met qua zingen en zo. Ja? Ook die ene Pokémon. Oh, met de fan. Oh, yeah. Ik had heel erg deze stem, want ik durfde niet op te gaan. Ik durfde niet, zeg maar. Weet je welke gisteren ook nog keek? Maar die heb ik. Of trouwens, ik weet niet of ik die erop heb gegooid. Maar ik ben hier. Ik ben hier. Bro, dat was wel een pop, eerlijk en zinnelijk. Als je die had uitgebracht in die Gerspar Doeltijd. Spel hem eens af. Ik weet niet of ik die hier. Heb je geen internet? Ik moet wel even het rijtje volgen voor de editor. Ja, precies. De volgende is een foto. Oh, oh mijn blog. Ja, man, ik wou dit even. Kijk hoe ik sta. Of ja, die hoe staat, zeg maar. We hadden Ali B daar zo. Ja, maar, besef ook gewoon iedereen. Van alle dingen dat ik had kunnen hebben van Ali, heb ik zijn wakka. Besef ook gewoon de kledingstijl van iedereen. Had ik zijn geld maar. Maar check die matje van Daboy. Oh mijn god, Daboy, man. Wat doet hij nu eigenlijk? Geen idee. Hij was is wel echt die plug. Bro, hij is Marc C, man. Oh ja, nog steeds. Dat hij werkt bij Marc C. Nog steeds. Nee. Ja, man. Gekke illegale Afghaan. Dit is een foto. Ja. Oh, deze t-shirt. Dit was mijn favo-t-shirt. Hè, ja, die blauwe, fluo-blauw. Met je Dragon Ball Z. Ja, ik wou net zeggen, Dragon Ball Z-kapsel. Maar ja, Dragon Ball Z is live, man, bro. Klopt. Ben ik ook mee opgegroeid. Waar zijn we met Oh, dat is die Nike Air. Ja, hier ben je ook, hè? Ja. Zie je? Ja, je ziet gelijk. Hij had een beetje die swag. Ja. Ja, ik was blauw, net in mijn rood. En ik had weer die carni pak aan. Lijken wel de Teletubbies met al die kleuren. En ik had weer die carni pak aan. Ja, oh, weer. Ja, ja. Dit is alweer 2 jaar later, hè? Oh, ja. dit was die cover. Maar wacht. Maar there is more. What are those, my nifo? Dit was die, maar fuck met die Spider-Man ook, man. Oh, zo erg. Dit zou die cover van Lyricale Realiteit mixtape worden. Wow. Dat is toch gek? Maar ik zeg je eerlijk, ergens vind ik het, zeg maar, ook wel gangster dat je met sandalen daar staat, toch? Ja, ik weet ook niet waarom. Ik had er niet op gelet of ik had scheid. Ik weet ook niet meer. Wow. Waarom ziet Justin eruit als de Indonesische Terminator? Ja, die Spider-Man Indonesische Matrix. Welkom allemaal bij deze nieuwe film. Ik ben de Terminator. Wauw. Vandaag gaan wij Indonesische Terminator kijken, besef, ja? Dat jullie ook dachten van, oké, we gaan gewoon voor een graffiti-muur staan. Ja, dat was in mijn brandgang, man. Ja, man. Prachtig. Het is mooi, man. Maar wat dan? Je zou dan de onderkant knippen. Ja, maar dat gaat dan niet. Omdat dan zou je alleen dit hebben van Justin, zeggen waar ze boven liggen. Dan is het nog raarder. Ja. Goed. Ja, mooi. Oh. Oh, shit. Oh. Volgens mij staat dit nog op YouTube, toch? Of niet meer, man. Niet meer? Niet meer? Volgens mij niet. Ik weet nog, bro, dit optreden was een van onze tofste optredens die wij ooit hebben gedaan. Alleen ze vonden niet leuk dat je die Fuck the Popo toen zei, weet je ja, nog? Ja, maar ja. Ja. Mijn bro, weet je het is? Dat was, zeg maar, toen... Maar dat is ook die Zeeuwse mentaliteit. Ja, maar ik begreep... Die zijn heel erg gesloten. Laatst zag ik weer dat... twee dingen. Eén van NWA, die film toch? Dat ze met de hele politiestory dat ze hadden. Ja. En ik zag het interview van Lil Kleine weer terug over dat hij tijdens een optreden zei van fuck de politie en justitie. Ja, klopt. En toen zei Lil Kleine... kijk, je leeft in het moment. Als jij als artiest het gevoel hebt dat je op dat moment een bepaald iets wilt zeggen om een sfeer te creëren in de zaal, dan doe je dat. Ja. En dat heeft hij toen destijds gedaan. Hij heeft heel veel gezeik mee gekregen, maar wij hadden dat toen ook gedaan, omdat de situatie was, dus de clip die moest van YouTube af. En dat vonden wij niet kunnen. Ja. Ja. Dus ik wou een soort van een statement daar gaan maken. Van, yo, ik zei het ook van, yo, ze willen die fucking dingen afzetten. Daarom iedereen middelvinger in de lucht. En roep fuck de popo. Het was gewoon een moment. Ja, man. Ja. Ja, man. Je weet toch, het was gewoon sick op dat moment. En ja, de leraren die vonden dat fucking kut natuurlijk. Ja. Maar wij hadden scheid. Maar heel die vibe van die optreden was zo gek, hè. Ja, ja. Klopt. Besef dat, zeg maar, bij zo'n optreden deden wij ook gewoon fok liefde. Fucking emotionele nummers. Maar bij zulke optredens kwamen wij ook gewoon 2 uur van tevoren aan om soundcheck te doen of wat chillen met ze leren kennen. Bro, die dag hebben wij... Als je een show hebt, je komt daar 5 minuten optreden, loose. Die dag gingen wij bij jou, hier waren we... Zag je dat? Wat ik aan het invullen was? Ja, was gewoon een verklaring om geld te krijgen. Ja, volgens mij kregen we €80 of zo daarvoor. Nee, we kregen wel iets meer, hoor. Ja? Het was echt wel mooi. Een boeking van 3 barkie of zo. Ik weet nog, toen ik dezelfde dag waren we bij jou thuis, gingen we nog die CD maken. Of die USB voor die beats. Ja.
Heel klopt. Lang, dit was, ja, dit klopt. Was diezelfde dag, ja, was dat. Ja, dag, toen woonde ik in de bomenbuurt. Kijk, allround daar, wajo. Twitter. Wow. Allround was jullie vaste cameraman toen, hè? Klopt. Nee, dit heeft Ivar gefilmd. Oh nee, maar je ziet, je kijk op, doe je. Ja, ja, hij, nee, filmt, hij deed ook. Het voor Frazy TV. Yes. Ja, man, dat was Frazy TV, klopt. Iedereen had een tv toen. Ja. Allochtoon TV. Volle besef, publiek is daar gewoon achterin. Zeg maar, die zijn de mensen die al vroeg kwamen. Ja, klopt. Nee, dit waren mensen van het organisatiebureau. Oh. Ja? Want op het duur was het echt druk, hè. Je gaat straks zien. Let op. Hier, kijk. Vol. Ja, maar dit was een schoolfeest van Dreden en Zelderen samen. Ja, voor het eerst ook, zeg maar. En dat was ook een van de eerste keer waar onze stage performance, zeg maar, beter was dan normaal. We leerden springen en interactie met publiek kijk zoeken. Daar, Ilkay. Ilkay de backup. Bro, maar we deden gewoon echt pokoes. Dat je denkt van, waarom zou je dat doen tijdens een optreden? Ja, man. Om het maar te vullen toch, die tijd. Ja, toch. Maar ook gewoon van, ja, als er iemand is in, de publiek, in het publiek die die pokoetje kent, dan is het al hard. Dan is het al, ja, klopt. Pokliefde. Nee. Kijk, hier gebeurde die tory volgens mij. Ik was er nog in het publiek. Volgens mij was het niet eens de bedoeling dat jij ging mee. Ik had een aparte USB mee. Ja, man. Jullie gingen toen echt samen. Maar omdat mijn blok, jullie hadden die mijn blok ook meegenomen, dacht ik van, ik ga het gewoon doen. Ja, ik zei toen nog tegen jou van, ja, laten we kijken hoe de vibe is, dit, dat. En op het duur zag ik, het publiek is aan, je weet toch? Ja. En toen zei ik ook tegen Farid van, kom op stage, je weet toch, we gaan mijn blok doen. Oké. Chicken schillen en maar zo. Je vond het ook leuk. Kijk, ik vond het fucking leuk, tuurlijk. Semmer. Ik vond het fucking leuk. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bro, twee scholen zijn dit. Kijk hoe blij, die blije hoofd van jou. Van ja, ik vond het echt leuk. Maar let op hoe Farid binnenkomt. Oh, vol. Die streepje in mijn wenkbrauw, man. Ja, mooi. Dat was ook de shit, hè. Ja, dat is een mooie tijd. Ja, als je die streepje had in je wenkbrauw, was je gek. Maar, ik vind wel... Wat ga je doen? Wees van YouTube. Nee, ik wil je wat even airdroppen. Oké, dat kan. MacBook van Nissim. Airdrop. Accepteren. Dat mensen natuurlijk nu wel horen wat Lobo nu aan het doen is. Gewoon even kort... Oh shit, even een primeur. Even een primeurtje, man. Oh, dit is godver. Want als het goed is, moeten we deze nog even afwerken en dan is het... Oh shit, deze poko, ja man. Deze poko, ja. Dit is een van mijn favoriete pokos van jou, man. Is dat die ene die... Is dat hem? Ja, ja. Gruwelijk. Weet je wat zelf wel wat over zeggen? Het was eigenlijk... het is eigenlijk een refrein van vroeger, man. Yeah. Alleen toen hebben jullie gezegd van deze is echt... catchy. Bro, besef, ik weet nog die... steken we een nieuw jasje. Die nacht was ik met hem. En we waren volgens mij die poeken weer aan het luisteren. Ik zeg tegen hem, ik zeg, bro. Ik zeg, ik zweer het, vandaag de dag deze shit zou gewoon werken. Nog steeds. Het is gewoon fucking hard. Het zou vandaag de dag gewoon nog steeds dit en dat. En wij zeiden, diezelfde nacht hebben wij jou nog gebeld. Klopt. Ja. Diezelfde nacht. Klopt. In het begin had ik zoiets van, ja, ik weet niet, maar toen hij in de studio kwam... Mm. Toen begonnen we een beetje ermee te fokken. En toen hebben we hem in een nieuw jasje gestoken. Ja, precies. En ik ga, ja, dit wordt ook een clip. Maar in al met al, het is gewoon een nieuwe track. Niemand die het kent. Ja, precies. Wij kennen het ook. Ja, precies. Precies. Dus, oké. Zullen we dan luisteren? Ja, ja toch? Hoeveel mag ik laten horen? Ja, toch gewoon tot... het is maar een kleine verse. Dan haal je het gewoon weg. Jij begaat die zondes niet voor mij, dus ik ga er gewoon niet in voor jou. Je kan hangen met die jongens in de wijk, maar zeg maar wat er overblijft voor jou. Jij begaat die zondes niet voor mij, dus ik ga er gewoon niet in voor jou. Je kan hangen met die jongens in de wijk, maar zeg maar wat er overblijft voor jou.
Ik hou mijn hoofd op de straat, het is alles of niks. Maar de laatste tijd gaat het skeer. God vergeef me alsjeblieft mijn zonde. Dus kan niet wachten tot morgen, want dan ben ik er misschien niet meer. Misschien word ik gepakt door de police, samen met mijn homies. Het lijkt of alles tegen mij keert. Of ik krijg een mes in mijn bek, of een bullet in mijn chest. Maar ik hoop dat de tijd zit. Ja toch? Deze, deze pokoe. Ik word hier gewoon oprecht gelukkig van. Ik vind het echt fucking hard. Ja, thanks bro. Echt een hele harde tune dit, man. Goed. Jongens, ik wil jullie oprecht bedanken, man. Ja, ik vond het dit echt leuk, man. Dit was echt, zeg maar, nostalgie tot op het punt. Ja, man, ik vond het gruwelijk. Maar ook de eerste keer dat ik zoiets doe, man, zo'n podcast. Dat is leuk, toch? Ja, ik vond het leuk. Lachen, man. Ja, man. Het is gewoon een beetje ouwe hoeren met elkaar. Dat is gezellig. Ja, voor de mensen thuis, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik hoop dat jullie een beetje hebben gelachen. Dat is vooral heel belangrijk. Lach vooral om onze pijn. Zo, lach om ons verdriet. En voor alle duidelijkheid, er is nog veel meer. Oh. Alleen, het zou zo lang duren. Als we zijn al 3 uur bezig, hè? Wow. Echt? Ja, bro. We zijn nu 1:53 en daarvoor hadden we al 50 minuten. We zijn al gewoon 3 uur. Bro, wij kunnen dit 5-6 uur doen. Geloof me. Ja, wow. Maar we hebben honger en we gaan lekker eten bestellen. Voor de mensen thuis, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Jongens, nogmaals bedankt voor jullie tijd. En be safe out there allemaal. En blijf gezond. Hé? Oké. De mazzel. Joejoe. Wil jij nou ook een nieuwe... Alle mics gaan uit.